Ja, leuk. Goed zo. Nou, welkom allemaal. Even heel intimiderend kijken. En welkom hier bij deze bijeenkomst. Ik ben Alex Mink. Ja. Senior beleidsmedewerker bij het gemeentelijk netwerk voor mobiliteit en infrastructuur. Dat is een hele mond vol. Maar we hebben ongeveer 50 gemeenten die bij ons zijn aangesloten. En wij zijn op een aantal onderwerpen met die gemeente actief in kennisuitwisseling. Afstemming van beleid met de VNG, de Rijksoverheid. En ook kijken naar beleidsontwikkelingen. Bijvoorbeeld rondom deelmobiliteit. Een thema waar jullie allemaal mee bezig zijn. Dus ook de verklaart ook de opkomst en deze relatief volle zaal. Daarvoor grote dank. Er speelt natuurlijk veel in deze wereld. En in deze wereld komen natuurlijk ook vaak de collega's van het CROW tegen. Die zijn natuurlijk ook betrokken bij allerlei datastandaarden en to-do's rondom deelmobiliteit. En wij dachten, laten we een keer het beste van twee werelden verenigen. En eens kijken vanuit diverse optieken hoe je kunt gaan met deelmobiliteit en wat er zoal speelt. Met name rondom data natuurlijk, maar ook rondom andere aspecten. Dat is dus ook de aanleiding geweest van deze bijeenkomst. En mooi om te zien dat we dus ook een heel stapel sprekers hebben weten te organiseren met elkaar. Die ons de komende tijd even gaan meenemen in wat er allemaal zoal speelt. Het belooft dus een rijk programma te worden. Tot zover de inhoudelijke introductie. Dan nog een paar huishoudelijke zaken. Het is nogal een aparte zaal. Dat hebben jullie ook wel door zo met die gordijnen en het mooie tapijt. Het schijnt dat de camera ons goed kan registreren, inclusief het geluid. Dus als je straks vragen hebt aan een spreker, stel ze gerust. Je wordt gehoord, zelfs als je achterin staat waarschijnlijk. Als het niet zo is, dan vernemen we dat vanzelf. En het is natuurlijk een hybride bijeenkomst. Dat is voor beide organisaties ook nog even een test. Uit het verleden waren we vooral fysieke bijeenkomsten gewend. We hebben natuurlijk in de coronacrisis heel veel digitale bijeenkomsten gehad. Dit is een mix. Er kan van alles fout gaan. Vergeef ons daarvoor. Mijn sidekick Amber van het CROW doet echt haar uiterste best. Gegeven alle omstandigheden. Maar oké, het is een experiment. Des te leuker als je inderdaad hier zit. Want dan krijg je ook alles mee. Ook de goede dingen. Wat mij betreft gaan we van start. Ik ga als dagvoorzitter natuurlijk de sprekers in de gaten houden. Voor de sprekers, je weet, je hebt 20 minuten, 10 minuten voor de inhoud, 10 minuten voor de discussie. Ik zit hier vooraan. Als ik dit doe, dan weet je dat je nog 5 minuten hebt. En naarmate de tijd van die 5 minuten voordat ik zagrijnig ga kijken, dan weet je dat de tijd korter wordt. Op een gegeven moment sta ik op en is het tijd voor de volgende. Laten we dat zo met elkaar afspreken. En de tip is, als je spreker bent, kom vooral staan waar ik sta, want dan word je ook niet zo uitgelicht door de beamer. Dat scheelt. Nou, dan de eerste sprekers wat mij betreft. En dan hebben we de eer om naar voren te vragen Bart Roorda. Je bent softwareontwikkelaar. Kom vooral. Yes. Welkom. En je hebt natuurlijk met collega Otto van Bochelen van het CROW Dashboard Mobiliteit ontwikkeld. Wat natuurlijk een mooie ontwikkeling is. Dus schiet. Trap af. Hier. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Leuk dat we elkaar fysiek kunnen zien. Voordat wij beginnen, zou ik eigenlijk een kleine introductie nog van Bart willen geven. Dus Bart is softwareontwikkelaar, maar niet zomaar eentje. Het is eentje die er vooral ook lol in heeft om dingen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaamheid en aan een betere wereld. En daarnaast is Bart iemand die echt voor de open source is. Dus iets maken wat ook door anderen gebruikt kan worden, waar anderen op voort kunnen bouwen. Het dashboard wat Bart samen met Sven gemaakt heeft, Sven komt zo meteen aan het woord, is ook helemaal een open source project. Dus het staat allemaal op GitHub of GitLab, die twee kan ik nooit uit elkaar houden. En als iemand anders zelf dat dashboard wil namaken, dan hoeft hij het alleen maar van GitLab of GitHub te halen. En die heeft ook zelf zo'n dashboard. Klopt helemaal. En het mooie, de droom is eigenlijk dat er nog eens een keer ergens uit de gemeente iemand opstaat, een softwareontwikkelaar, en die zegt, kom, ik doe mee met het uitbreiden van het dashboard. Juist. Er zijn al tekenen van dat aan het gebeuren is. Heel leuk, daar komen we later op. Ik zal jou dan ook even voorstellen, Otto. Otto van Bochelen. Ik ken Otto vanuit eigenlijk het dashboard deelmobiliteit, wat toen nog het deelfiets dashboard was. Otto is heel veelzijdig, werkt al jaren in de wereld van mobiliteit en onder andere fietsen.
En op het gebied van het deelfietsdashboard, dat toen met Sven samen ontwikkeld was, heeft hij er eigenlijk, is die visie en conceptueel degene die daar sterk achter zit. En die ook een hele goede verbindende rol heeft kunnen spelen. Dus aan het begin was het een deelfietsdashboard 2 jaar geleden. Toen waren er enkele aanbieders die daar hun data mee gingen delen om voor gemeentes ervoor te zorgen dat er inzicht kwam. En eigenlijk in 2 jaar is dat in korte tijd doorgegroeid tot het dashboard deelmobiliteit. Met allemaal verschillende vervoersvormen en vele aanbieders. En één ding wat heel goed werkt is dat het echt voor en door gemeentes wordt ontwikkeld. Dus Otto heeft mede ervoor gezorgd dat er kernteambijeenkomsten zijn. En waar zowel aanbieders als gemeentes bij elkaar komen en echt met elkaar overleggen op een hele vrije manier over wat is goed voor Nederland, voor mobiliteitssector, et cetera. Ja, wat gaan we doen? We gaan even heel snel voor de mensen die dashboard niet kennen, gaan we even door het dashboard heen. En daarna willen we graag de nieuwe ontwikkelingen rond het dashboard laten zien. En zoals gezegd, zoals hier ook staat, het dashboard is een webtool voor overheden die deelmobiliteit willen monitoren en sturen op het aanbod. En in de volgende sheet zie je ook dat er dus al een heel aantal overheden meedoen aan het dashboard. Het zijn er in totaal 19 hebben inmiddels een overeenkomst getekend en er staan nog 7 in de wacht. En wat ze er precies mee doen, weten we eigenlijk ook niet helemaal precies, maar vaak is het gebruiken voor het bijsturen van beleid. En sommige overheden, zoals de diehard gebruiker uit Den Haag, die gaan nog 3 stapjes verder, maar dat horen jullie in de volgende presentatie. Dan gaan we nu naar een korte rondleiding toe van de huidige functionaliteit van het dashboard. Het idee is om snel nu de huidige functionaliteit te tonen. De werking van hoe dat data allemaal in het dashboard komt. En daarna een beetje de toekomst van wat we nieuw ontwikkeld hebben en wat we gaan ontwikkelen. En daarnaast ook veel ruimte hopelijk voor interactie. Dus we gaan snel door de mogelijkheden van nu heen. En als je ideeën hebt om te sparren, dan kan dat heel goed daarna. Het dashboard is een webapplicatie. Het is op mobiele telefoon beschikbaar en op desktop, op laptop en dergelijke. En het is op dashboarddeelmobiliteit.nl te vinden. En er is een publieke versie, ondanks het feit dat het hoofdzakelijke doel is om gemeentes een tool te geven voor inzichten en beleid. En de publieke site die toont alle actuele locaties van alle deelvoertuigen in het dashboard. Waarbij als je klikt op een voertuig, je kunt zien wat de naam is en je kan op een website link klikken om naar de aanbieders website te gaan. Dit is het aanbodscherm voor de ingelogde gebruikers. En ik wil je even meenemen door de functionaliteiten die nu in het dashboard zitten, die de afgelopen tijd ontwikkeld zijn. Ik heb wel een taakbalk hier voor mijn menu aan de onderzijde. Even kijken of ik dat nog kan verbergen. Dus geef me 4 seconden. Dan lukt dat. Ja, oké. Oké, dus hier is het dashboard. En aan de onderzijde zie je een aantal schermen. We zijn nu op het aanbodscherm en we gaan alle schermen langs aanbod, verhuurdingen, zones en ontwikkeling. Het aanbodscherm toont alle huidige posities van voertuigen, maar je kan ook terug in de tijd met de datum tijdselectie. Hier zie je Eindhoven als voorbeeld. Je ziet aan de kleur hoe lang een voertuig stilstaat, waarbij rood is heel lang en groen heel kort. En daarnaast kun je op vervoerstype filteren, waarbij fiets, bakfiets, scooter, auto en onbekend nu als opties erin zitten. En hier zie je dat als je klikt op filterduur, filter je op hoe lang staat een voertuig stil. Zie je alleen die voertuigen. Modaliteit kun je bijvoorbeeld alleen de bakfietsen tonen. En aanbieder kan je specifiek de voertuigen tonen van 1 aanbieder. Daarnaast is hier dus de voertuigweergave, waarbij je elk puntje ziet en dat representeert 1 voertuig. Er zijn ook andere weergaven. Zo zie je hier Groningen en hier linksboven is de campus. En je ziet dan in 1 oogopslag hoeveel voertuigen er op dit moment stilstaan bij de campus. Wat zijn er? 102. En er is ook een heatmap weergave. En daarbij zie je dat de rode vlekken, dat zijn plekken waar veel voertuigen bij elkaar staan. Waarbij hoe roder, hoe meer voertuigen daar staan. Je ziet hier het centrum is druk. De campus. En datzelfde concept hebben we niet alleen bij aanbod, maar ook bij verhuuringen.
En bij de verhuringen proberen we te achterhalen wat zijn de verhuringen geweest van alle verschillende aanbieders, voertuigen. En daarbij zie je hier het scherm met alle herkomsten. Dit zijn dus de plekken waar vandaan voertuigen vertrokken zijn. En hier is een bakfiets en die is 500 meter verplaatst. En je kan klikken naar de website toe. Ook hier zijn er mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld selecteren, toon mij alle verhuringen van het laatste uur. Of laatste 4 uur, et cetera. Hier zie je het van het laatste uur. In Rotterdam is dit. En je kan selecteren herkomst of bestemming. En als voorbeeld wat je daarmee kan doen, is bijvoorbeeld dat je hier ziet dat de Erasmus Universiteit een populaire herkomst was om 3 uur in de middag, 3:30. En de bestemming die populair was, was het Centraal Station in Rotterdam en de Coolsingel. En op die manier kan je goed zien wat de bewegingen zijn door zo'n stad heen. Als laatst, want zones wordt straks uitgelicht door Rinse en door Sven, bespreken we de ontwikkelingstab. Dat zijn 4 tabs, daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden in het dashboard, maar die bespreken we niet vandaag. Ontwikkeling toont de trends door de tijd heen. En je kan linksbovenin een periode selecteren. Bijvoorbeeld over een jaar heen, of over een maand, of over een week. En bovenin kun je het aggregatieniveau bekijken. Op dagniveau, per week of per maand, het aantal verhuringen en het aantal beschikbare voertuigen. En vervolgens kun je zien hoe actief was het gebruik bijvoorbeeld. Of hoe was de parkeerdruk in een bepaald gebied. Waarbij je links dus de plaats kan selecteren, maar ook een zone. Oftewel bijvoorbeeld een wijk in de stad of een aantal wijken bij elkaar gegroepeerd. Tot zover de korte rondleiding door het dashboard, om even een inzicht te krijgen van de verschillende functionaliteiten. Nu even een blik onder de motorkap, want wat we nu gezien hebben is vooral dit gedeelte, dat wat je op je eigen beeldscherm ziet. Maar het is ook wel aardig om te weten hoe dat beeld tot stand komt, ook voor bijvoorbeeld de paneldiscussie die we aan het eind van de middag hebben, die gaat over de vraag: hoe moeten we nou met die data omgaan van deelmobiliteit? Hoe zorgen we dat die data gaat stromen? En dit schema laat zien hoe die data stroomt door het dashboard. Dus hier hebben we de aanbieders. We stellen voor die aanbieders 3 verschillende stekkers beschikbaar, die zij als het ware kunnen inpluggen in hun database. En dat komt dan terecht bij de grote rode database die achter het dashboard zit. En dat is denk ik de belangrijkste meerwaarde van het dashboard, dat je op 1 plek de data hebt van allerlei verschillende aanbieders. En daarin staan de verhuur-events en de te-huur-events, maar ook bijvoorbeeld informatie over waar liggen de hubs. En op basis van de toegang die de verschillende gebruikers hebben tot die data, dus een gemeente kan alleen maar de data van de eigen gemeente inzien, en een aanbieder kan alleen de data van de eigen voertuigen inzien, maken we het dashboard. Hier gaat heel veel tijd in zitten om ervoor te zorgen dat die data ook zo goed mogelijk is. En dat is een van de activiteiten die Bart ook doet. De volgende dia die geeft weer wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben. Dus zoek de 15 verschillen tussen deze dia en de vorige dia. Om er even heel snel doorheen te lopen. Je ziet in ieder geval dat we veel meer aanbieders hebben. Je ziet dat we nu onderscheid kunnen maken tussen de verschillende voertuigen. We kunnen ook de auto laten zien. Maar helaas hebben we nog steeds geen autoaanbieder die data levert aan het aan het dashboard, dus dat is iets wat we in de nabije toekomst zouden willen realiseren. Inderdaad, de leenbuggy. In de fietsenstallingen in Utrecht kun je een buggy lenen als je daar je fiets stalt. Dus dat is eigenlijk ook een deelvoertuig waar je informatie over wil hebben. Kwaliteitscontrole. Dat was waar Bart heel erg druk mee bezig is geweest. En wat nog steeds heel veel aandacht zou moeten hebben. Hier is iets veranderd. Tot nu toe kon een gemeente alleen zijn eigen gebied zien. Maar je ziet soms dat gemeenten willen samenwerken en dat ze dan ook willen kijken wat er in de aangrenzende gemeente gebeurt. En dat is een functionaliteit als de ene gemeente de andere gemeente toestemming geeft, dat je dan beide gemeenten kunt zien. En
Je ziet dat hier een aantal blauwe pijlen bijgekomen zijn. En dan mag jij het doen. Ja, want een van de blauwe pijlen, dat is deze middelste. En die gaat eigenlijk naar het scherm van je computer met het dashboard deelmobiliteit en de mogelijkheden die daarin zitten. Maar eigenlijk draait het allemaal om die data die hier verzameld wordt van alle verschillende aanbieders. Via die open data standaarden die aanbieders vaak ook al zelf gebruiken om bijvoorbeeld hun voertuigen in Google Maps of 9292HV te plaatsen. Waardoor de aanbieders niet allemaal verschillende standaarden hoeven te ondersteunen. Maar in principe gebruiken wij ook open data standaarden die internationaal gebruikt worden. En het draait allemaal om die data. En je hebt dus ook dat je die data kan gebruiken voor andere doeleinden. En zo is het nu zo dat gemeente Zwolle in hun eigen gemeentelijke ArcGIS systeem actuele data ophaalt uit het dashboard deelmobiliteit. Met daarin de voertuigen die je dan als een heatmap of clusterweergave kunt weergeven. Het is ook zo dat er verschillende studenten zijn die onderzoek doen. Die vragen dan toestemming aan zowel aanbieders als aan gemeenteregio's. Daar wordt dan mooie afstudeeronderzoeken op losgelaten, onder andere van de Universiteit van Twente. DigiTwin is een softwarepakket van een bedrijf dat onder andere in Den Haag actief is. Crowd management, dat is de term. Er is al misschien Sven en Rins. Zij kunnen ook een deel van de feeds die we aanbieden gebruiken voor het voorspellen van drukte op bijvoorbeeld Scheveningen. Er is de monitor parkeerdata. Ja, dus dit najaar gaat ProRail weer tellen bij alle stations hoeveel geparkeerde fietsen er zijn. En dat willen ze aanvullen met data uit het dashboard, zodat je ook kunt zien hoeveel geparkeerde scooters er is in die stationsgebieden staan. Ja, en zo heb je dus heel veel mogelijkheden met vooral met die data, waarbij dit dus maar één tool is. En waar we mee bezig zijn, of wat we hebben uitgevoerd, dat is nog dat, dus dit gaat over de toekomst en de nieuwe dingen in het dashboard. Dat is dat we bezig zijn met het maken van een nieuw scherm waarin trends over jaren te zien zijn en over maanden per groot gebied, bijvoorbeeld landelijk en op provinciaal niveau. Waarbij we de trends tonen van ontwikkeling, gebruik, deelscooters en andere voertuigen. Waarbij we ook de data van de auto's vanaf 2012 tot en met nu, die al door COW is onderzocht, die kunnen we daar ook in weergeven. Dus we kunnen daarmee ook een deel autodata kunnen gaan weergeven. We hebben daarnaast dat we hebben gemaakt een tool waarmee de loopafstanden te zien kunnen zijn vanuit de volgende dia zien. Want we moeten een beetje vaart nog maken. Dus laat de volgende dia zien van die nieuwe tools die hier. Dat lijkt me een goed plan. Dus deze dingen hebben we die we straks bespreken. En zonnemanagement is iets wat door Sven en Rinse wordt besproken in de volgende sessie. Over loopafstanden, dat was een verzoek vanuit Den Haag om isochrone weergave in het dashboard te tonen. Er is nu een knop toegevoegd. Als je daarop klikt, dan heb je de mogelijkheid om een marker ergens neer te zetten. En vervolgens zie je hoe lang het lopen is naar die hub toe vanuit verschillende gebieden. Dus vanuit hier is het 1 minuut lopen, 2 minuten, 3 minuten, 5 minuten. En dat kun je ook gebruiken over meerdere hubs. Hier zie je het scheepvaartkwartier in Rotterdam. Er zijn 3 hubs ingetekend. En je kan dan hier een punt neerzetten, daar een punt en daar een punt. En op die manier zie je hoe de beschikbaarheid van voertuigen is in je wijk. We hebben ook dat we nu bezig zijn met de gemeente Rotterdam, die vandaag ook aanwezig is, met uitgebreide zonnestatistieken. Zodat er op hubniveau, op uurniveau, allerlei statistiek in te zien zijn. Zoals het verloop van gebruik door de dag heen. Maar ook kunnen er straks vragen beantwoord worden over beschikbaarheid. Bijvoorbeeld, hoe vaak was er een voertuig wel beschikbaar? Of hoe vaak zat die hub 100% vol? Of wanneer was er juist geen voertuig beschikbaar? Dan mankeert daar misschien wel iets. Dus er komt een zonnedashboard. En iets wat al heel vaak gevraagd is en waar we nu een concreet voorstel voor hebben voor uitwerking, dat is HB-relaties, herkomst-bestemmingsrelaties, waarbij je makkelijk kunt zien van waar naar waar er voertuigen gaan. Je selecteert op de kaart vanuit welke locatie je wilt zien waar de verhuringen naartoe zijn. En vervolgens wordt er of door kleuren of door pijlen getoond waar de verbindingen naartoe plaatsvinden. Dus dit is iets wat nu op dit moment in ontwikkeling is. En je ziet hier een plaatje van onderzoek van Goudappel voor COE,
En Kjeld Gerritsen is van de Universiteit Twente en die heeft onderzoek gedaan op basis van de dashboard table big data en heeft dit soort plaatjes gemaakt. Konden jullie het een beetje bijhouden allemaal? We zijn het laatste onderdeel. Dat is de interactieve sessie eigenlijk. In het algemeen heb je vragen, stuur dan zeker een e-mail of ook als je later nog even wil brainstormen. Maar daarnaast is er nu ruimte voor hier. Loopafstanden. Vind ik super interessant. Ik zag nu net dat je dus vanuit een hub redenerend kijkt wat je loopafstand is tot 5 minuten. Is je ook andersom? Kun je ook, er is ook data beschikbaar van transportoperators. Met wie vraagt nu eigenlijk deze auto of deze scooter of deze fiets aan? En wat is daar de loopafstand? Daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg in geïnteresseerd. Dus dat, daarmee zou je natuurlijk doordenkend kunnen plannen waar je je hub wil hebben. Hè? En wie maakt er nou gebruik van dat voertuig? Wil je dan eigenlijk weten wie haakt er eigenlijk af? Zijn er aanbieders in de zaal die hier iets over kunnen zeggen? Dan zou je denk ik moeten gaan kijken naar waar mensen de apps openen. Ja. Dat zou je op zich kunnen. Ja, dat zou je dan kunnen toevoegen. Ja. Ja, dan moet je alleen afvragen. Ja, als je de app opent, is dat teken. Dat klopt. Dat je. Ik heb 2 jaar voor de Chinese Mobike gewerkt en die deden dat. Die keken bij de app opende en dan. Ja, dat weet ik in ieder geval vanuit Ben van Tilburg. Van de gesprekken die wij met de partij hebben gehad en ook in het voorprogramma voordat we zeg maar vergunningstelsel uitschrijven, hebben we dat ook gevraagd. En dan horen we dat dat inderdaad door van de Nederlandse aanbieders ook gebeurt. In het geval van de auto's heb ik nog. Er zit ook best wel een grote waarschijnlijkheid in dat het ook thuis is gebeurd. Hè? Dus dan weet je ook misschien ook wel de afstand. Maar dat is wel een interessant stukje data. Ja, moeilijk te verstaan, maar aanbieders hebben deze data en het is interessante data. Ja. Kijk, de vraag is wel van, wij kunnen dat niet reconstrueren op de data, op basis van de data die wij binnenkrijgen. Die je nu hebt. Nou, je moet daar wel een feed voor krijgen. Ja, we moeten er een feed voor krijgen en misschien komt er tijdens de paneldiscussie ook nog wel aan de orde de concurrentiegevoeligheid van de data en... Dit zit wel weer wat verder in het concurrentiegevoelige spectrum. Ja, dat denk ik ook. Als je weet waar de meid is. Deze tool is vooral bedoeld om te kijken als je hubs aanwijst. Dat, wat is jouw dekkingsgraad? Kun je dat snap ik. Dat is wel heel fijn. Ja. Ja, begrijp ik nou goed dat alleen op het moment dat iemand een deel mobiliteit mee aan de slag gaat. En als hij wegzet, dat de registratiemomenten zijn? Wordt de rit ook geregeld? Dus de basis is eigenlijk dat het voertuig wat ergens geparkeerd staat en te huur is. Dat is onze basisgrondstof. En op een gegeven moment wordt die verhuurd. En die wordt weer ergens anders neergezet. En dat zijn de verhuuringen. En daarnaast. Dus de tijd ertussen, weet je daar iets van? We weten alleen hoe lang ze verhuurd zijn. Dan. Niet hoe ze gereden zijn. Of... Ja. Rustend. Maar even met nadruk dat het nu nog geen real-time data altijd betreft, maar dat er soms een vertraging in zit van 3 dagen. Op dit moment is het zo dat we elke 30 seconden bij 20 aanbieders de data ophalen. Okay. En bijna 19 van de 20 aanbieders leveren ook elke 30 seconden data aan. Oké. Okay. We hebben op 30 seconden nauwkeurige data. Ja, dus dat is dus eigenlijk bij jou afhankelijk van de aanbieders of ze hun data updaten. Ja, maar dat houden we goed in de gaten. En als dat niet op orde is, vragen we of het volgens de standaard dataspecificatie aangeleverd kan worden. Ja. Maar zoals ik net al zei, datakwaliteit is afgelopen jaar een heel belangrijk aandachtspunt geweest. Ja. Mochten er nou dingen zijn waarvan je denkt van dit klopt toch niet? Bij Bart. Dan kan hij omgaan. Vraag je eigenlijk meer, je hebt nu echt een locatie van een voertuig op plek. En dan ga je kijken wat die doet naar een andere plek. Er zijn ook aanbieders die real-time zeggen van, joh, bel me en ik kom hem brengen. En dan heb je eigenlijk 100% beschikbaarheid. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat is eigenlijk een vraag. En zo ja, hoe dan? Want dan krijg je eigenlijk een andere ritregistratie. Dan... In de MDS-standaard zit de mogelijkheid om reserveringstijd en locatie ook mee te nemen.
Dus in theorie zou dat meegenomen kunnen worden. Wel is het zo dat op dit moment dat we geen Amber data hebben bijvoorbeeld. En daarom speelt het nog niet. Maar theoretisch zijn dat wel gegevens die meegenomen kunnen worden. Dus je krijgt dan als gemeente inzicht in waar dat die voertuigen dan gesteld staan. En waar ze naartoe gebracht worden. Maar het speelt op dit moment dus nog niet. Omdat er geen enkele aanbieder nog data aanlevert op dit moment in het dashboard. En dan heb ik het over de autodeel. Ja, precies. Aanbieders. De mogelijkheden zijn legio. Het zijn allemaal stappen waar je het ook over eens moet zijn. Dus de gemeente, maar ook de aanbieders. Dat die data geleverd gaat worden. En daarnaast is die privacygevoeligheid of die privacybewerking nog. Laatste vraag. Het is alleen maar een opmerking. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het super gaaf vind. Want er zijn heel veel in OV en mobiliteit mensen met data bezig. En het is altijd gedoe. En dit is fantastisch. Dat het al zoveel bij elkaar is. En dat je dat zo mooi op die kaartjes kan zien. En nog open source ook. Het is fantastisch. Dankjewel. Laatste vraag. Ja. Vraag uit de chat van Birgit Kannegieter. Wat is de financiële bijdrage die gemeenten moeten doen? En hoe goed moeten de skills zijn om met de data aan de slag te kunnen? Dus de gebruikersvriendelijkheid. De financiële bijdrage staat allemaal op de site, maar er is een basisbedrag van iets van €1200 per gemeente en daarnaast per jaar, €1250 per jaar. En daarnaast nog een bijdrage per voertuig. En dat betekent dus dat Rotterdam relatief veel bijdraagt, iets in de buurt van €10.000, terwijl een kleinere gemeente vaak tussen de 2000 en 3000 euro. Solidariteit. Worden er gelukkig van. Ja. Dankjewel. Dank voor je bijdrage. En inderdaad, graag product. Dus. Rens Gort van de gemeente Den Haag. En je gaat met een collega van Bart Loorda, Sven Boer, ga je even vertellen over Scheveningen. Ik ben daar op Rijkswijk ook erg geïnteresseerd in. Het was afgelopen zomer weer inderdaad hel. Ik vind het altijd druk op het strand, maar inderdaad verleng met de vorige zomer al een stuk beter. Ja. Dus data speelt er ook een rol bij, heb ik het idee. Aan jullie. Ja, ik ben Sven Boer. Ik ben eigenlijk directe collega van Bart. Samen ontwikkelen we het dashboard. En dit is Rinse Gorter, eigenlijk de opdrachtgever van de functionaliteit die we hebben ontwikkeld en nu laten zien. Ja, dit is de presentatie. Ja, top. Ik ga het eerste stuk doen en Sven doet het tweede stuk. Ik ben Rinse Gorter. Ik werk dus bij de gemeente Den Haag als beleidsadviseur op het gebied van fiets en deelmobiliteit. En vandaag nemen we jullie weer mee naar Scheveningen. Scheveningen, ja, ik zie het echt wel als de hotspot van deeltweewielers in Nederland. Dat er een plek is waar meer samenkomen. Ja, roept u maar ik denk dat het echt wel de hotspot is van deel tweewielend Nederland. We gaan proberen om die fysieke wereld van Scheveningen samen te brengen met die digitale wereld die Bart en Otto gecreëerd hebben. Wil jij hem bedienen, Sven? Ja, dat is goed, maar ik wil eerst even het verbergen. Oké, ik ga weggaan. Klikken volgens mij. Ja, ik denk dat hij gewoon weggaat. Klikken op de knop. Ja, Den Haag, ik denk dat iedereen Den Haag wel kent. Stad in het westen van Nederland, 550.000 inwoners. Hele drukke stad of hele drukke kustplaats. En juist op hele mooie dagen denken heel veel bewoners van die stad van we gaan naar Scheveningen. En sinds 2019 is dat dus ook met deeltweewielers. Dan mag je naar de volgende. We zien niet alleen stedelingen, maar juist ook die randgemeenten, dat ook inmiddels daar deelmobiliteit is en ook voertuigen vanuit die randgemeente richting het strand komen. Tot aan Rotterdam aan toe kunnen we dus ook vanuit het dashboard zien. Den Haag heeft nu zo'n 3000 deelvoertuigen. De helft is ongeveer een deelscooter. Een kwart is een elektrische deelfiets. Dan hebben we nog twee aanbieders van bakfietsen waar we best trots op zijn. Mag je naar de volgende. Dit was de situatie in 2019. Toen iets minder voertuigen, maar toch allemaal richting Scheveningen kwamen. Kaders van trottoirs, hulpdiensten die geen toegang hadden tot het strand. Dat moest anders. Nou, niet alleen vanuit bewoners, maar ook vanuit raad, vanuit wethouder. Ja, dat moet anders. Dus zijn we samen met de aanbieders om tafel gegaan en hebben we al vanaf 2020 gewerkt aan het plan van aanpak. Hebben we steeds verder volmaakt. Nu in 2022 staan er afspraken in, onder andere over
het servicegebied. Dus we trekken dat servicegebied wat omlaag om die hubs in Scheveningen goed te laten functioneren. Dus er komt eigenlijk een soort verbodszone voor deelvoertuigen in een brede kuststrook. Inzet ook van personeel van de aanbieders op mooie dagen. We hebben daar een soort scenario aanpak voor gemaakt. Vanaf code geel wordt er inzet verwacht ook van de aanbieders bij de hubs in Scheveningen. En een hele belangrijke daar ook in, als al die voertuigen richting de kust gaan, zie je dat niet iedereen die voertuigen ook weer meeneemt 's avonds. Dus men doet een drankje, gaat met de tram of anderzijds terug. Dus er blijven voertuigen ook achter in, langs de kust in die hubs. Dus dat herpositioneren gedurende avond, de nacht, hele vroege ochtend is ook heel belangrijk. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt dat die hubs op code geeldag leeg zijn. Nou, dat begin van zo'n stranddag. Nou, communicatie hebben we afspraken over via WhatsApp. En tot slot, en een hele belangrijke, en waar die werelden dus ook heel erg samenkomen, is het sluiten en weer openen van die hubs. Als een hub vol is, moet die ook uit de app van een aanbieder gaan verdwijnen. Nou, daar hebben we Sven, Bart en Otto gevraagd om een hubmodule te creëren. Nou, hier zien we eigenlijk een plaatje van die hubs in Scheveningen. Dus langs die hele kustlijn hebben we hubs gemaakt. Inmiddels meer dan 600 locaties waar die voertuigen kunnen staan. En een zone waar dus niet mogen parkeren. B22 zag dat er ongeveer zo uit. Een aantal foto's zijn trouwens van vorig jaar. Maar hier zie je eigenlijk dat die voertuigen netjes in die hubs staan. Heel belangrijk, ook het volgende plaatje. Op het moment dat zo'n hub vol is, nou, we hebben nu dus die informatie uit het dashboard, maar door juist die inzet van parkeercoaches, kan iemand die daar bij het vak staat ook gebruikers verwijzen naar een ander vak. En, niet onbelangrijk, ook nu nog, fysiek door iemand die constateert van het is echt vol, zorgen dat die scooters recht staan, maar ook zorgen dat die uit de apps van alle aanbieders gaat. Dus daarom is die communicatie ook tussen die aanbieders heel belangrijk. Hier linksboven waren een paar voorbeeldjes van hoe dat eruit ziet. Toch zagen we in Scheveningen op hele mooie dagen dat ook al die ruimte die we gemaakt hadden nog steeds niet voldoende was. Daar hebben we dit jaar voor het eerst een overlooplocatie ingericht. Nou, je ziet het eigenlijk heel simpel, dranghekken, poster erbij. Deze locatie gaat alleen open op het moment dat de andere hubs vol zijn. En in de apps van de aanbieders wordt dan ook actief gebruik is geweest op deze locatie. Maar toch zie je op de piek dagen dat zelfs met zo'n overlooplocatie beperkt is. Hier linksonder ook een fotootje van het dashboard. Ja, hier zie je dat rond de 1000 voertuigen allemaal aan de kust staan. En dat de stad zelf en ook de regio bijna geen voertuigen meer heeft. Gelukkig was dit wel echt de top dag. En zien we dus ook geen noodzaak om die capaciteit met de huidige hoeveelheid voertuigen nog veel verder op te krikken. En dan ga ik nu over naar Sven. Die gaat mee naar een live demo doen. Maar ondertussen ga ik, terwijl ik dat voorbereid, alvast iets proberen te vertellen. Ik denk dat ik mezelf nog wel op dit scherm zet op een of andere manier. Oké, ik heb nu deel ik hem, maar ik wil het sowieso nog. Oh, daar komt hij al. Oké, nu heb ik de slide overgeslagen, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Er zit een klein beetje vertraging op, hebben we al gezien. Dus als het niet goed gaat, dan kan ik altijd nog via mijn slides dingen laten zien. Maar eigenlijk zijn we vorig jaar gestart met de ontwikkeling hiervan. En toen hebben we echt als een MVP iets ontwikkeld om sneller inzicht te krijgen. Dat was echt alleen maar het laten zien van de capaciteit, maar dat was eigenlijk de belangrijkste functionaliteit, maar alles was hardcode en het was in een dagje in elkaar gezet. En eigenlijk beviel die functionaliteit vorig jaar zo goed dat we besloten om het wat verder te brengen en ook mogelijkheden te maken om onder andere hubs te openen en te sluiten. Ik wil dat graag laten zien en om dat te laten zien ga ik eigenlijk hier in Utrecht even de boel wat structureren. Dus we beginnen door te gaan naar Utrecht.
Had het goed qua schermen vol? Ja, het is heel duidelijk. Dus wat ik wil gaan doen is een verbodszone rondom het station. Dus we zijn hier vlakbij het station neerleggen. Deze weer station wat beter weer te geven. Dan ja, kun je als gemeente kun je iedereen binnen die recht heeft binnen de gemeente kan zones intekenen. Dus ja, wat we willen voorkomen is dat voertuigen op het station of vlakbij het station worden geplaatst. Omdat daar op dit moment geen ruimte voor deelvoertuigen is. Dus we beginnen met intekenen. Doe ik het even ongeveer, want precies maakt het toch niet uit. Ik gooi het straks alweer weg. Dus dit is dan verbodszone. En in deze gebied mag je niet parkeren. En dan hebben we een verbodszone hier. Dan wil ik nog een andere. Dan wil ik nog een andere zone toevoegen. Dat zijn de plaats Utrecht. Oh, ik heb niet als plaats. Ja, nee. Ik denk dat ik toch qua verbinding een klein probleempje heb. Daar staat er niet op inderdaad, omdat het alleen maar binnen de gemeentegrens mag tekenen. Ik sla deze heel even over, maar ik ga even een hub intekenen vlakbij bij het kantoor. Hier, ik weet niet, misschien sommige mensen zijn misschien van op deze kant gekomen. En daar heb je misschien een paar deelvoertuigen zien staan. Ik noem de hub even COE. En dat is een parkeerplaats. Eerst even intekenen. Dus in dit hoekje staan meestal iets van 10 deelvoertuigen. Nou, er kunnen er wel iets meer staan, dus ik ga eigenlijk voor alle voertuigen gecombineerd ga ik een capaciteit van 30 instellen. Dus ja, wat ik nu eigenlijk doe is, ik koppel deze locatie. Ik weet niet, je zult het altijd zien in de live demo waarom die het nou nu net niet doet. Ik denk dat het aan de netwerkverbinding ligt. Maar om een idee te geven, dat is hoe je hem in kunt tekenen en op kunt slaan. Ik ga heel even naar de slide switchen, want dan kan ik het iets verder laten zien wat ik nog meer wil laten zien. Dat stop ik even delen op deze computer. Ja. Nu voel ik niet bij het resultaat. Even een klein applausje voor Amber. Vandaag je aarde. Ja, ik had ook slides voorbereid als een backup, dus dit was de tekenbeduur, die heb ik eigenlijk grotendeels laten zien. We hebben een publieke pagina, dus eigenlijk alle burgers, maar ook aanbieders, parkeercoaches, eigenlijk iedereen zonder account kan ook inzien hoe de status van de hubs op dit moment is. Dat kun je, hier heel klein zie je de stipjes, maar ja, dit is op een iets drukkere dag, dan zie je dat ze een klein beetje vol zit aan de kleur van de hubs. We notificeren dus in real time. De afgelopen dagen was het niet heel druk in Den Haag, behalve één hub. Dus volgens mij voor de kunstacademie, als ik het goed zeg. Bij Den Haag Centraal. En die is een paar keer vol geraakt de afgelopen dagen. En daar komt dan op dit moment de telecom bericht op in een groep waar in principe alle aanbieders zich voor kunnen aanmelden. Op dit moment hebben we dat qua proces nog niet zo voor elkaar. Volgens mij is alleen Bondi deelnemer van deze groep, maar vanuit deze groep kan vervolgens iemand van de gemeente Den Haag in ieder geval de berichten via WhatsApp doorzetten. Als het echt nodig is om de hub uit de zone te halen. Dit is echt een voorlopige oplossing, want uiteindelijk willen we, daar kom ik straks nog even op terug, maar uiteindelijk willen we dat dit soort berichten ook automatisch verwerkt kunnen gaan worden in de app van de aanbieders. Eigenlijk alle data die we voor de microhubs hebben, is beschikbaar als open data. En dat is eigenlijk ook al die stap richting het weer terug kunnen communiceren naar de aanbieders.
We hebben verschillende fiets daarvoor. En eentje daarvoor is de microhubs. Maar de andere zijn de verbodszones. Dus eigenlijk twee elementen die ik net liet zien. Ja, als je de presentatie downloadt, kun je... Ja, achteraf wordt de presentatie gedeeld. Dan kun je zelf even zien hoe die data er dan precies uitziet aan de hand van deze linkjes. Maar dit is een voorbeeld. Ja, dat is data-uitwisseling. Ja, dus op dit moment, dat vertelde ik al, de MDS API is beschikbaar. We zijn aan dit moment aan het integreren met het dashboard van Argaleo. Beter gezegd, zij zijn onze API aan het implementeren. Maar het is dus ook mogelijk om deze informatie te integreren in de app van de AMI'ers. Daarnaast willen we, daar hintte Bart net al een beetje op, willen ook meer informatie over het gebruik van hubs over tijd geven. Zoals, ja, sprak ik voor de lezing meteen al over, dat we makkelijker inzicht kunnen krijgen in wat de piekvraag gaat zijn van een bepaalde zone. Dus op die manier, ja, kunnen we de gemeentes nog verder helpen om ook juist weer de fysieke wereld vorm te geven aan de hand van de digitale wereld. Ja, de toekomst. Ja, het zou heel erg mooi zijn als we kunnen toewerken naar het zichtbaar maken van de hubs in de app. Ik heb nu even wat hub-icoontjes ingetekend. Op dit moment is Mijksenaar bezig, of voor mij hebben ze het al ontwikkeld, een beeldstandaard aan het ontwikkelen om op één centrale manier in heel Nederland de hubs te gaan tonen. En het zou heel mooi zijn als je ook weer op die manier de fysieke wereld terug kan brengen naar de digitale wereld van de aanbieders. En bijvoorbeeld op een hele drukke dag Scheveningen in de icoontjes ook laten zien dat bepaalde hubs vol zijn en op welke plaatsen dan wel ruimte is, zodat de reiziger voordat hij van start gaat eigenlijk al weet naar welke hub die wel kan en waar die waarschijnlijk niet terecht komt met zijn scooter of fiets. En dat brengen we nog even op één laatste iets technischere dia, en dat is eigenlijk waar we als ideaalbeeld naartoe willen als het gaat om het weer terugleveren van data aan de aanbieder. En dat is eigenlijk dat we de informatie over verbodszones en microhubs, dat we die combineren met de data van de aanbieder. Dus de aanbieder heeft een bepaald gebied waar hij graag wil opereren en daar misschien free floating wil toepassen. Maar dan zegt de gemeente van, ja, in dit gebied willen we eigenlijk hier geen scooters hebben en op deze gebieden mogen ze wel staan. Dan zou het heel mooi zijn als we die data op een automatische manier met elkaar kunnen combineren. Dan kan er, ja, zeker zolang we ontwikkelen, is het heel denkbaar dat die aanbieder vervolgens een controlestap doet van, is dit nou het servicegebied wat we daadwerkelijk willen hebben? Of heeft de gemeente fout gemaakt door de hele gemeente opeens een verbodszone te maken? Want ja, met zo'n stap zit je natuurlijk direct op het operationele proces van de aanbieder. Dus die aanbieder kan dan zeggen van, ik ga nu akkoord of ik ga niet akkoord. En dan blijft de vorige servicegebied van kracht. En dan willen we vervolgens eigenlijk het dynamisch het openen en sluiten van microhubs wel automatisch in de apps kunnen gaan verwerken. Op die manier, eigenlijk wat we nu ontwikkeld hebben, nog een stapje verder brengen en ook sneller kunnen acteren op snel veranderde omstandigheden. Ik kom tot slot. Deze functionaliteit is beschikbaar voor alle gemeentes die zijn aangesloten bij het dashboard deelmobiliteit. We hebben eigenlijk alleen maar gebruik gemaakt van open standaarden voor de automatische uitwisseling van data. En dat maakt het ook mogelijk om eventueel bij een andere leverancier van dashboarding eigenlijk op dezelfde manier data uit te wisselen. En dat is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de aanbieders in de vorige stap zaten, dit proces maar één keer hoeven te ontwerpen. En niet dat ze voor elk dashboard weer een ander proces moeten ontwikkelen daarvoor. Ja, dat was onze gezamenlijke presentatie. Vragen, iemand? En als je een vraag stelt, zeg dan even wie je bent en waarvan je bent. Jij was eerst. Lotte Rijsman, Royal Scoring DFV. Ik vroeg me af, want jullie hebben deze hubs eigenlijk meer, die dynamische hubs, meer ontwikkeld vanwege de drukte. Er zijn natuurlijk ook gebieden waar juist helemaal niet druk is en waar je misschien ook zou willen sturen omdat bepaalde plekken heel vaak te leeg zijn. Zou je ook toepassingen kunnen verzinnen waardoor je juist met dynamische hubs werkt om juist bepaalde plekken weer vol en leeg te krijgen zonder dat die aanbieder daar zelf
fysiek met een busje die scooters moet gaan verplaatsen? Ja, die hubs zijn eigenlijk overal in te tekenen. En wat je dus eigenlijk doet op die drukke plekken is rondom die hubs een verbodszone tekenen. Dat je echt verplicht wordt om het naar die hub toe te brengen. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat als je een plek hebt waar je juist de vraag of het aanbodkant wil verhogen, dat je daar wel hubs creëert en dat je ook kan monitoren hoeveel voertuigen daar staan. Maar het wordt niet zo afgedwongen en misschien ook niet zo fysiek gemaakt in de openbare ruimte als dat hier het geval is. Dus daar moeten we over nadenken hoe we dat onderscheid kunnen maken en of het dan misschien meer een analysezone die je ook kunt maken in het dashboard geschikt is. Of, want wat is het precies? Ja, analysezone is eigenlijk dat het niet naar buiten wordt gecommuniceerd, maar dat alleen maar intern in het dashboard. De data van die specifieke plek kan opvragen. Ja, klopt. Ja, precies. Okay. Wat wel een mogelijkheid is, omdat juist die hubs in die vervoersarme gebieden, om daar samen met de aanbieders te kijken of je daar een soort kortingshubs van kan maken, zodat je voertuigen daar naartoe, ja, eigenlijk leert daar naartoe te gaan. Dus als je daar een ritje eindigt, krijg je 30% korting. Ik vind het een heel goed idee, want je kan ook nog hele andere dingen in het systeem inbouwen. Stel dat zo'n aanbieder van de overheid een soort incentive krijgt als er een minimale vulling is of zo. Je kunt dingen bedenken van de overheid heeft een bepaald doel, van daar moet vaak daar moet aanbod zijn. Dus daar zou je wel iets mee kunnen, denk ik. Goed idee. Ja, maar ik denk zelf dat het dan waarschijnlijk iets grotere gebieden worden dan echt hubs. Dus vandaar dat ik die analysezone noem. Want het gaat meer om dat er in een gebied dingen beschikbaar zijn dan op een hele specifieke plek. Maar op zich, het is zo gewoon generiek opgelost dat zo'n analysezone, dat we daar ook weer een andere naam aan kunnen geven als een. Maar zeker op die manier kun je zeker erover nadenken. Dankjewel. Ik heb in een hele event en wat je was aan Domek en Faction, maar ook gemeente Amersfoort. Zit de markt hierop te wachten? In de zin van de aanbieders of? Ja. Uiteindelijk real-time ingreep kunnen maken in operatie. Dat is wel wat we op dit moment aan het bespreken zijn. Nu is het zo dat in gemeente. Misschien moet Rinse hier zelf ook wat worden, maar ik heb er zelf ook in. Rinse, ik snap dat Rinse dit doet, hè? Je hebt een probleem. Heel veel aanbod, schaarse ruimte. Maar in Amersfoort, waar we misschien dat niet hebben op piekmomenten. Ik zeg dat niet, Fokkermijn, even die meeluistert. Maar is het maar de vraag of de markt wel zit te wachten op ingrepen van de overheid, real-time? Ja, ik snap wel wat je zegt. Maar ik denk wel voor de opschaling van die deelmobiliteit is juist het opruimen van die openbare ruimte en het netjes stallen van voertuigen. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je een hele kleine hub hebt of een hele grote hub. Tuurlijk is dit vanuit overlast gedreven nu. Maar we gaan ook in centrum, in het wijkdeel van Scheveningen, gaan we ook naar zo'n hubsysteem. En ook daar willen we straks niet dat als er ergens een feestje is, dat alsnog toch weer een trottoir helemaal vol staat. En misschien vindt Teun, ik heb met Teun voor hier al even gesproken, vindt het ook nog leuk. Want volgens mij, hij heeft al gezegd, bij GoSharing in ieder geval van mening een beetje zijn veranderd. Dus misschien vind je dat leuk om nog te delen ook. Kijk, we zitten in een transitiefase. En we willen uiteindelijk dat zoveel mogelijk mensen van deur naar deur kunnen reizen. Daarvoor moet je eigenlijk standaard vanaf elke voordeur tot 3 minuten lopen een deelvoertuig tot je beschikking hebben. Nu is het wel zo dat nu met name in woongebieden kan iedereen nog steeds zijn auto voor de voordeur kwijt. En daar moet je dus echt voor zorgen dat je ook daadwerkelijk daar je voertuig kwijt kunt. En ook kan pakken. Maar op plekken waar het druk is, waar de kwaliteit van de openbare ruimte wil je hoog hebben en er komen veel bezoekers. Ja, daar zou je het toch meer op dit soort manieren moeten organiseren. Het realiseren van vakken, zodat het voor gebruikers als niet-gebruikers helder is waar de voertuigen geparkeerd kunnen worden. Zo voorkom je verrommeling in de openbare ruimte. Maar krijg je ook weer dat mensen positiever naar deelmobiliteit gaan kijken en ook het sentiment positiever gaat worden. En dat waarschijnlijk ook die transitie weer makkelijker gemaakt kan worden, dat meer mensen ervoor kiezen om een duurzaam vervoersmiddel te pakken. Dus het komt een beetje van twee zijdes. Maar juist in die eerste fase, het free float concept, moeten we zeker nog wel op veel plekken blijven hanteren, is mijn persoonlijke mening. Twee vragen. Ananda, misschien ben je eens een keer vandaag. Waar ik dan benieuwd naar ben, als ik dit zo hoor, we zien nu heel erg de deelscooters en wat jullie daarop hebben gedaan, maar ik kan me voorstellen dat op een drukke dag ook heel veel mensen met hun eigen scooter komen. Die zie ik niet in beeld. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Waar staan die?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Nou, je ziet toevallig hier op deze foto zie je waar de privé-scooters voor nu nog veelal staan. En die vormen dan een hele lange rij op het trottoir. Voor nu is dat ook een probleem in Scheveningen op drukke dagen. Maar niet alleen de privé-scooter, maar ook de fiets is altijd een probleem. Maar we zien wel dat het parkeergedrag van die privé-scooter is anders dan het parkeergedrag van die deelscooter. Dus die privé-gebruiker die zet zijn scooter over het algemeen netter neer dan een deelmobiliteitsgebruiker. Helaas. En in verhoudingen? Aantallen, kun je daar iets over zeggen, grosso modo? Ik heb geen getallen zo voorradig. Maar in heel Den Haag zijn er zo'n 30.000 privé-scooters. En slechts 1500 deelscooters. Dus ja, naar Scheveningen ligt die verhoudingen heel anders. Maar, ik was in het drukste weekend was ik zelf even gaan kijken om te zien hoe uiteindelijk alles werkte. En ik heb wel het idee dat de deelscooter... Nou, dat is echt puur speculatie, hè? Maar ik denk dat het toch wel 80%... Van de totaal aantal scooters was. En vooral in bepaalde gebieden zag je ook heel erg mooi het verloop. Dus Korte Zeekant, dat is, ik weet niet of er mensen zijn in Den Haag, maar die Den Haag kennen, maar dat was eigenlijk de hub vlakbij het Koerhuis. En daar zag je eigenlijk per minuut 5 scooters aankomen, maar ook weer 5 scooters vertrekken. En daar zie je dan heel erg goed het voordeel van het delen van die ruimte. Eigenlijk voor de eerste keer dat ik dat echt met deelvervoer op zo'n manier heb gezien. Ik ga geen vragen meer doen. Het zijn hartstikke veel vragen. En dat toont interesse aan waar jullie mee bezig zijn. Maar we moeten ruimte houden voor de volgende spreker. En sorry voor alle teleurgestelden. Bent je dan vooral tot mij straks bij de volgende. Ik kan aanvaard alles. Maar ik wil graag de beurt gaan doorgeven aan collega Wilk van de Vos van het SACV. Over de deelauto. Ja, voor jullie al die informatie en al die verhalen. Ik snap dat het even dat het hard werk is om alles tot je te krijgen. Dus ik ga proberen. Een boeiend verhaal in snel tempo te maken, zodat er tijd voldoende blijft om vragen te stellen. Fijn dat ik hier mag staan. Ik ben Prokker, werkzaam bij het SHPB. Ik ben hier samen met collega Menno van den Berg, achter in de zaal. Bijna de helft van de hele organisatie is hier aanwezig, want we doen het met ons vijven, het SHPB. Dirk-Jan zie ik daarnaast ook zitten, ook betrokken bij SAPV. Dus als je een vraag over SAPV hebt, schiet ook Menno en Dirk-Jan aan. Ze helpen jullie graag. Ik wil je graag vertellen wat voor een gaaf idee wij bedacht hebben vorig jaar rond deelauto's. Het is spannend. We staan bijna op het moment om van start te gaan. En ik vind het heel erg leuk om jullie te vertellen wat het idee is wat we met elkaar bedacht hebben. En wat we met gemeenten en aanbieders van free-floating deelauto's willen gaan doen. Dirk-Jan heeft hier de naam bedacht. Hij heeft de credits. En de naam is flexibele parkeermachtiging voor deelauto's. Een hele mond vol. Of die nou zo goed bekt in de markt, dat waag ik te betwijfelen. Maar ik zal je uitleggen waarom wij op die naam flexibele parkeermachtiging uitgekomen zijn. Even goed om te vertellen wie wij als SAPV zijn. Mag ik even een hand zien? Wie kent de SAPV-organisatie? Bijna de helft. Fijn. We zijn een coöperatie van Nederlandse gemeenten. We zijn ongeveer 15 jaar geleden gestart. En met de opkomst van het mobiel parkeren op straat. Easyparks, Parkmobiles van deze wereld. Die digitale manier van parkeren vroeg om een database, om alle parkeeracties in vast te leggen, zodat ook handhaving kon zien welke auto's hebben zich nu aangemeld, digitaal, en welke niet. Daar is in eerste instantie, heeft Amsterdam, dat was de grondlegger, geprobeerd om daar een private database aan te leggen. Maar vrij snel kwam men tot de conclusie, de
parkeerdata, het zoeken relevante informatie. Dat moeten we een publiek netwerk, publiek platform gaan maken. Dus er is een coöperatie ontstaan. De RDW heeft het platform gebouwd. Ondertussen bijna alle Nederlandse gemeenten. We hebben zo'n 115 gemeenten die aan betaald parkeren doen. Daarvan zijn er zo'n 109 nu aangesloten bij het platform. Is dat eigenlijk de standaard in autoparkerend Nederland. Dus als je je smartphone gebruikt voor parkeren, maak je eigen gebruik van het netwerk, het platform van het SAPV. We doen de financiële afhandeling en doen het hele contractbeheer met alle partijen. Je zou eens kunnen zeggen dat als je iets in parkeren wil, je niet om het platform heen kunt. Het platform begon eigenlijk met straatparkeren, maar we zijn op dat moment met ontzettend veel trajecten bezig. Hè. Je ziet dat Nederland is in een enorme transitie. En bij al deze plekken gaat het om waar het om auto gaat, daar speelt parkeren een rol. Onze motto is ook: parkeren gaat niet over stilstaande auto's. Mensen zijn op weg naar een parkeerplek of gaan er van weg, of willen overstappen. Bij al die processen speelt parkeren een rol. En het SAPV is dus drukdoende om in die mobiliteitsketen een belangrijke rol te vervullen. Dus zo ook met deelauto's. Ik weet nog goed, Ananda zit hier op de eerste rij, maar we spraken elkaar denk ik 2-3 jaar geleden. Waren we het aan het zuchten over dat er eigenlijk geen landelijke ontwikkeling is op die deelauto's. Dat de standaardisatie van het gebruik van deelauto's dat het probleem is. Er was ook net een proef geweest, opgezet door Eindhoven. Veel uitgeleerd, dat niet echt tot concrete resultaten geleid. We zeiden van ja, SAPV, NPR, zo'n belangrijke rol. Wat kunnen we nu bedenken voor free-floating deelauto's? We hadden daar een ambitie in met elkaar. We zeiden van, hoe gaaf zou het zijn als je een free-floating deelauto oppakt in de ene stad, dat je naar een andere stad kunt rijden en hem daar gewoon achter kunt laten als klant. En dat het voor die aanbieders in al die steden allemaal op dezelfde manier gaat. Hè? Dat je dus werkt in een standaard. Eigenlijk, het sluit fantastisch aan bij het verhaal die hiervoor gehouden is. Hè? Dat het werken in standaard, dezelfde dialect praten, levert de versnelling op. Wat wij horen van die deelautoaanbieders is dat op dit moment het een enorme klus is om aan vergunningen te komen. Want de gemeente X heeft zo'n regeling en gemeente Y vraagt om deze gegevens. Je zou eigenlijk één loket willen hebben. En wat ook een les was uit de vorige proef, waar ik het net over had, is dat het complex was om die parkeergelden op een goede manier te verdelen. Wat stond die ambitie in de weg? Wat je ziet, is dat gemeenten wel mee willen werken aan een standaard, dat ze allemaal hun eigen verhaal hebben. En allemaal hun eigen beleid daarin kwijt moeten kunnen. En dat de gemeente werkt met betaald parkeren. Die hebben een sluitende financiële verantwoording nodig. Moet kunnen verantwoorden dat daar een deelauto in hun stad staat. En dat er geld tegenover op staat. En waar ook een grote angst voor was. Is van ja, we willen niet een heel nieuw proces maken. Dat we met handhaving van allerlei dingen moeten opzetten. Of een heel nieuw systeem moeten bedenken. Dus er was een angst om in zware beheerkosten terecht te komen. Ja, en waar ik het net over had, is dat gemeenten allemaal hun eigen regels voor vergunningverlening aan het bedenken zijn of waren. Ja, dan het SAPV. Dat was eigenlijk het gesprek wat we met de INW hadden. Van wat nou als we die deelauto's nou eens gaan behandelen als gewoon een aanbieder van mobiel betalen? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een Sixt, Amber of MyWheels en een EasyPark transactie. Op het moment dat je deze aanbieders gewoon in een belprovider, in onze termen, plaatst, dan gaat hij zich gewoon aan- en afmelden. Niet voor een gewone kortparkeertransactie, maar voor een speciaal deelautotransactie. En dat idee, dat zijn we verder mee gegaan. En dat is eigenlijk wel de situatie waar we nu staan. Dus dat op dit moment 17 aanbieders die mobiel betalen doen in Nederland. EasyPark, Yellowbrick, SMS-parking, dat zijn de grootste, maar er komen nog steeds weer partijen bij. Makkelijk aansluiten voor deze partijen. Eén API, één contract
En met die API en dat contract heb je direct toegang tot al die 109 gemeenten. En dat is het concept van het SAPV. Ja, en datzelfde willen we voor die deelhoudaanbieders. Eén partij, SAPV, daar sluit je het contract mee. Of daar regel je de vergunning mee. En door middel van die API. API is exact hetzelfde API als van de EasyParks en de ParkMobiles. Met die API heb je direct toegang om je deelauto de steden neer te zetten. Maar het ene punt, ik ga er snel overheen, maar dit stond nog. Hè? Hoe ga je nou als gemeente voor zorgen dat je wel je eigen idee rond die gebruik van die deelauto's, dat je daar grip op houdt? Want ook Scheveningen kwam door Dieder Labos, dat is een collega van jou, net als voorbeeld aangehaald. Ja, ik wil niet dat op een mooie dag, hè, met auto's hetzelfde doen als met scooters, dat iedereen met deelauto's naar de stad toe komt. Dus ik wil grip houden op dat idee. Of op die toestroom van auto's. Dus wat we bedacht hebben, en daar komt het woord flexibele parkeermachtiging vandaan. Wat nou als je zones maakt, zie de overeenkomst. Wat nou als je zones maakt, waar je vooraf in aangeeft, zoveel deelauto's willen wij in deze zone bergen. We hadden het bijna bij elkaar naast elkaar kunnen zitten. Hè? Maar het idee wat jullie zelfstandig uitgedacht hadden over zones en aantallen. Discussie is ook met deelauto's geweest. Wat wij bedacht hebben is dat je zones kunt maken. En dat je als gemeente vooraf kunt zeggen. Zoveel deelauto's kunnen er geborgen worden in dit gebied. Wij in het centrale systeem houden bij of er nog ruimte is in die zone, ja of nee. Je krijgt dus als gemeente real-time inzage in het aantal deelauto's wat in je stad staat. De laatste is een interessante. Wat wij de grote omslag die we dus maken, is dat je niet meer een 24/7 vergunning als aanbieder krijgt, maar dat je dus een vergunning krijgt die afrekent naar gebruik. Je zet de vergunning aan en af. Starten en stoppen. In analogie van de deelauto. In analogie van de belproviders, de EasyParks van deze wereld. Dit is een hele interessante. Want wij voorzien dat eigenlijk dit de voorbode is van de hele nieuwe manier van vergunnen op straat. Als je een bewonersvergunning hebt of een zakelijke vergunning, krijg je een 24/7 vergunning. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het stamt nog uit de periode dat je gewoon een fysieke kaart achter je voorruit legt. Hè? En die kun je niet aan en afzetten. Wij voorzien zeg maar een nieuwe manier van vergunnen. En daar zijn deze deelautoaanbieders eigenlijk de eerste die daar mee gaan starten. Ik ga hem niet starten, hè, want ik heb het jammer van de tijd. Maar als jullie de presentatie krijgen, klik dan op deze link. Iets waar ik nu zelf bijna 7 minuten voor nodig had hebben. Staat voor 2 minuten in deze animatie. Had ik natuurlijk ook aan kunnen zetten. Dat was veel minder leuk voor mij. Mocht je het nog eens na willen kijken of met een collega willen delen, dan is die animatie handig. Ja, dit is waar we nu staan. En ik vertel daar vol enthousiasme over, want ik geloof echt in het idee. Maar dat weten jullie allemaal als geen ander. Om van een idee naar werkelijkheid te komen, dat is de meest moeilijke fase. En zeker ook de aanbieders. Die vraag kwam net ook al voorbij. Van ja, hoe zitten die hier nou in? Nou, ook voor dit project is dat dubbel. Aan de ene kant zijn ze dol enthousiast over die API. API die daar werkt. Amber en Sixt werken daar nu al mee in Amsterdam, Eindhoven en in Nijmegen. Dat is fantastisch voor hun. Hè? Een stabiele oplossing. Geen geknoei meer met webservices of formulieren en dergelijke. Dus daar zag men echt wel wat voordeel in. Die hubs, die zones, dat vindt men spannend. Want wat ze voelen wel aan, die gemeente die krijgt een draaiknop op deze manier. En wat wij ook kunnen doen, in die prijs per minuut hebben wij een terugrekening gemaakt van wat kost nou een vergunning per jaar. En wat kost die vergunning per jaar nu per minuut. En daar hebben we in per zone ook al wel een verschil in gemaakt. In die pilot willen we daar eens mee gaan oefenen. Dus het voordeel van aan- en afmelden is dat je kunt vaststellen hoe lang staat een deelauto nou in dat gebied. En wat is de prijs per minuut. Aanbieders die krijgen helemaal in een schaduwomgeving een afrekening in de maand. Van kijk,
als je nu volgens het nieuwe model gewerkt had, was dit de prijs die je gaat betalen. Kan ook een voordeel zijn, hè, want nu Sixt heeft, ik noem maar wat, 500 vergunningen in Amsterdam. Dat geld is in één keer kwijt. En nu krijgen ze een factuur voor het werkelijk gebruik van de deelhouders. Maar dat gaan we met elkaar zien. Want er is ook afgesproken, als het gebied vol is, komt er een foutmelding terug vanuit het NPR. Op dat moment kan de deelautoaanbieder besluiten, schakel ik nu door als kortparkeerder of verplaats ik de auto. Onze gedachte is dat de gebruiker zet de auto gewoon neer, sluit zijn transactie af en geautomatiseerd wordt die of onder het deelautotarief weggezet of onder het kortparkeertarief. Dit hele stelsel, dat gaan we proberen. Deze gemeente hebben daarvoor ingetekend en doen mee. We hebben 3 aanbieders op dit moment die meedoen en daarop ontwikkeld hebben. Die hebben op dit moment ook allemaal de API ontwikkeld. Nou, de man op de eerste rij weet hoe complex het is om met aanbieders in hun dure ontwikkeluren capaciteit vrij te maken. Maar dat is gebeurd. Het project wordt mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het SCPV heeft hier geld in gestopt. En de deelnemende gemeentes. En de deelnemende gemeentes hebben hier geld in gestopt om voor stap te kunnen gaan. Nou, Dirk Janmans is projectleider van deze pilot. En ja, we verwachten in oktober van start te gaan. Een half jaar is nu de gedachte om de pilot te draaien. Afhankelijk van hoeveel data we ophalen. En we willen dat heel erg graag met jullie gaan delen. Wat de uitkomsten van deze pilot zijn. Je merkt dat ik wat gehaast ben, want ik vond 10 minuten kort. Dus ik wil het in een pitchvorm neerzetten om ook met elkaar vragen en discussie op gang te krijgen. Je hebt het over free floating car sharing. Op dit moment is in mijn optiek zijn bijna alle deelmobiliteiten back to one. Ze komen van een hub, juist gestimuleerd in een woonwijk, om niet meer een eigen auto te hebben. En dan van hub gebruik te maken of van een deelauto naar een andere locatie te gaan. Dan hebben we de volgende stap is de vraag over parkeergelden. In die andere gemeente of in de huidige gemeente waar jij naartoe rijdt. Is dat niet op dit moment altijd gewoon het probleem van de bestuurder? Ja, als ik je vraag, je stelt volgens mij 2 vragen. Ja. Eerste vraag is... free floating, is dat wel een groot concept? Want het is meer station-based wat uitgevoerd wordt. En ik hoor je zeggen, wat nou als die deelauto gewoon onder gebruik van de huurder blijft? Mag die dan wel gebruik maken van het systeem? Dat zijn de 2 vragen die ik hoor. De eerste vraag, ik denk inderdaad dat free floating concept nog een klein concept is. Dan ben ik niet een deelauto specialist, dus daar zijn in de zaal mensen die er beter kunnen antwoorden dan ik. Maar wat ik wel hoor is dat gemeenten zich wel zorgen maken over die station-based aanpak. Want is het nog vol te houden naarmate die markt groeit, dat iedere aanbieder zijn eigen bord krijgt? Hè? Ik heb geen ambtenaar tegenkomen die zegt van nou, dat concept van Green Wheels, dat is het concept voor de toekomst. Dus ik merk dat er behoefte is aan free floating of in zone floaters te werken. En je zou dus van zone naar zone kunnen werken. Ik denk dat het station-based lastiger wordt met elektrisch opladen. Ja, ik hoor al wat gezegd, hè? Die floating al. Daarin wordt het al gecreëerd, hè? Want we willen ook van de fossiele brandstof deelauto's naar de elektrische auto's. Dan zijn de gemeentes eerst gestart met laadpalen, sommige gemeentes met gratis parkeren. Toen is er een hele mooie pilot geweest in Amsterdam met elektrische deelauto's. Volledig in de hele stad te parkeren, maar wel op elke laadpaal. Mogelijkheid, waardoor dus de vergunningstelsel werd afgegeven op elke parkeerplek in de gemeente Amsterdam. Ja. Moet die deelauto in de mogelijkheid zijn om hem aan de laadpaal te prikken. En dan blijft het nog steeds bij de bestuurder als een verantwoording. Ja, dus dat is je tweede vraag. Hè? Dus wat nou als de auto onder
onder de huurder blijft hangen, ja, dan zou je eigenlijk, hè, dan zou die gewoon een kortparkeertransitie moeten betalen, want hij geeft hem niet terug. Een ander, op dat moment is het geen deelauto. Dit is nog een beetje een grijs stukje. Op dit moment, als je vandaag een deelauto in Amsterdam pakt en je gaat daar zelf mee naar de bakker, die zit hem op straat, dan staat hij daar ook nog steeds als deelauto. Maar Wilco, het is natuurlijk wel een kans, want op het moment dat je dan het via NPR kunt regelen, zou de deelauto-aanbieder kunnen zeggen, we bieden het aan als dienst, dat jij niet meer als gebruiker met Yellow Brick in de weer hoeft en het komt gewoon op je factuur terecht, bijvoorbeeld. Ja. Dus die koppeling is er en het biedt meer kansen dan wat het nu alleen maar doet. Ja, en je kan sturen. Nou, qua handhaving heb je wel een probleem, toch? Want je weet niet welke... Wat voor parkeertransactie? Dus dan moet je uitgaan van het vertrouwen. Maar dat is het mooie van het NPR. Hè? Op het moment dat je dus of een deelautotransactie of een kort parkeertransactie legt. Het is allemaal dezelfde database. Dus de scanvoertuigen. Die krijgen wel terug van hey, dit is een deelauto of dit is een kort parkeerauto. Hè? Maar qua handhaving draait het gewoon mee in de bestaande structuur. Ja, maar ik bedoel, je weet niet of die het juiste tarief afrekent. Dat bedoel ik. Dat ten onrechte als een parkeervergunning afrekenen terwijl iemand eigenlijk aan het kort parkeren. Ja. Dat bedoel ik. Dat is een lastige vraag. Het zou een spel moeten zijn wat je met de aanbieders uiteindelijk voert. Dat wilden we nu nog niet aan. Menno? Ja, klopt, hè. Je kunt gewoon als aanbieder dan zeggen, ik zet hem altijd onder het deelautotarief neer. Komt alleen wel op het punt. Er zijn natuurlijk ook, het liefst zouden we uiteindelijk ook de data die we op deze manier bij elkaar hebben, een compleet beeld hebben van alle beschikbare deelauto's. En dan ga je een beetje op dat punt komen. Dan is het namelijk op het moment dat je hem op dat tarief neerzet, is die beschikbaar als deelauto. Ook als deze route wellicht nog niet op korte termijn draait, sowieso zouden die bestanden makkelijk te koppelen zijn. Je kan als gemeente prima steekproef doen. Ik zie hier inderdaad dat zo'n deelauto wel of niet beschikbaar is. En hij staat op dat type tarief. Dus het is uiteindelijk gewoon zichtbaar dat je het doet als aanbieder. Dus ik denk... Tijdens een broodje halen kan ingepikt worden door iemand anders. Sebastian Domek en Paction. Ik probeer al een aantal jaar, al heb ik gehoord dat jullie hiermee bezig zijn. Dus ik ben blij dat het er is. Maar ik probeer wel elke keer hem te laten landen in de verhaallijn die ik aan het opbouwen ben vanuit beleid. Ik probeer mensen in de trein te krijgen om van Eindhoven naar Amsterdam te brengen. En je faciliteert nu een volledige deelautorit van Eindhoven naar Amsterdam. En dan ook nog goedkoop kunnen neerzetten op plek van bestemming. Om daarna weer goedkoop dezelfde auto weer te kunnen pakken en weer terug. Ik ben heel zoekende in. Ik ben technisch heel blij wat je aan het doen bent. Want je bent eigenlijk hubs blijer neer aan het zetten voor meer aanbieders. Maar ik ben eigenlijk heel zoekende in hoe wij en ook het ministerie naar kijkt. Nadat wij eigenlijk nu lange afstand autorijden aan het promoten zijn. Dan mag ik misschien weer op aansluiten. Eel Dijnstra, gemeente Amsterdam. We hebben in Amsterdam dat project gehad met Car2Go. Waar mijn achterbuurman het over had. En overal met die smartjes kun je door de stad rijden. En het probleem wat we er eigenlijk zagen is dat mensen die erin gingen zitten, mensen waren die normaal gesproken het OV pakken of de fiets pakken. Met andere woorden, van je hebt veel elektrische voertuigen en je hebt extra autokilometers. Iedereen was hartstikke enthousiast van ja, het is duurzaam elektrisch, maar aan de andere kant te veel autokilometers. Dus het is technisch heel blij, hè? Maar ja. Op inhoud ben ik eigenlijk mijn verhaallijn kapot aan maken, in mijn hoofd. Ik ben niet daar wil ik nog wel even met je over in gesprek. Ik heb een vraag stellen, de ruimte dat we naar onze pauze gaan, want volgens mij is dit een discussiepunt waar we het nog een tijdje over kunnen hebben met elkaar. Jij bent de laatste nu. Ik vraag me af, er is nu een pilot met Sixt, MyWheels en Amber. En bij MyWheels bijvoorbeeld heb je een zone waarin je altijd de auto terug moet zetten. Weet jij of MyWheels Amber geïnteresseerd zijn in het aanbieden van zo'n free-floating model waarbij je van Rotterdam een auto kunt pakken in Amsterdam? Juist daarom doen ze mee. Amber wel. Ja, dus daar is de wens. Ja. Nou, dankjewel. 70% van de gebruikers van MyWheels heeft behoefte aan deze dienst. Kijk, nou goed. Goed punt voor de borrel. Dan kun je het nog even verdedigen. We gaan tot 3 uur even de been strekken, even wat drinken en et cetera. En elkaar even aanspreken op discussiepunten die nog openstaan. Dus die is gewoon weer wel. Nou. Pas Martijn ook op. Beste mensen, de voorstelling gaat u verder. De deuren worden weer gesloten.
Friso Metz komt aan het woord nu. En Friso heeft namens COW onderzocht naar de gebruikers van deelauto's. En hij doet dat online. Dus helemaal passend bij de bijeenkomst. Friso, aan jou de eer. Ja, je gang. Ja, dankjewel. Helaas lukt het mij niet om aanwezig te zijn. Ik ben nog herstellende van corona. Neemt iets meer tijd. Maar ik kan er in ieder geval op deze manier bij zijn. Ik zie jullie niet, maar hopelijk zien jullie mij goed. En ik ga nu mijn scherm delen. En als het goed is, komt er nu iets in beeld. Nog niet. Kijkt of je maar steeds uitgooit. Heeft er iets moeite mee? Jullie zien nog niks. Hij is er. In ieder geval op mijn scherm zien jullie hem ook. Is nu aan het laden. Bijna. Verbinding is echt traag. Bijna. Nee, ik ga dat zeggen. Sorry. Ze zien hem bijna. Ja, extra tijd hoor. Ik ga wachten dan even. Ik van jullie groen licht krijg. Je presentatie. Nou, gezellig. Hester gaat er ook. Ja, jongens, van volgende week al, hè? Volgens mij kan ik van start gaan. Ja. Nou, mijn naam is Friso Metz en samen met mijn collega Rick Straathof heb ik deze presentatie voorbereid. Ik werk voor Advier en voor degenen die Advier niet kennen, wij zijn een creatief en vernieuwend adviesbureau en werken aan een duurzamere samenleving en zijn bezig met transformaties van mobiliteit, ruimte en organisaties. Jullie kennen ons misschien ook wel van de eeuwenoud bestaande monitor autodelen die wij al sinds jaar en dag uitvoeren voor het CROW, het jaarlijkse cijfer over de ontwikkeling van het aanbod en beperktemate ook de gebruikers van deelauto's. Nou, er is al een hele poos behoefte om die monitor wat anders vorm te geven. Die loopt al een tijdje tegen zijn eind aan. En we hebben net iets gehoord over het dashboard deelmobiliteit, waar al wel de gedeelde tweewielers in zitten, maar de deelauto nog niet. Nou, daar is ook behoefte om een stap te zetten. Als het gaat om data, dan is er vooral grote behoefte aan data die laten zien van wat gebeurt er nu op het gebied van autodelen, waarmee je als gemeente beter autodeelbeleid kunt maken. En we zien dagelijks het gevecht om de openbare ruimte en de plek voor autodelen. En als je goede cijfers hebt, dan helpt dat om ook die ruimte voor de deelauto te gaan claimen. Nou, onze visie om toch wat dingen anders te gaan doen en wat meer zicht op die impact te krijgen, dan heb je niet alleen big data nodig, je moet ook weten van wat doet die gebruiker en wat is de impact. Onze visie is dat die gemeenten op een gemakkelijke manier inzicht krijgen in die data. En dat aanbieders wat minder tijd nodig hebben om alle verzoeken van individuele gemeenten of groepen gemeenten af te handelen, bij iedereen op een eigen manier om data vraagt. En het idee was van laten we een vragenlijst en een systematiek ontwikkelen en uittesten in de praktijk om te zien van lukt het om in een Nederlandse context dat soort gegevens boven tafel te krijgen. We werken veel samen met buitenlandse partners in de landen om ons heen. En daar gebeurt dat al jaren. En kunnen we dat soort inzichten ook in Nederland niet verkrijgen. Nou, en het idee is eigenlijk grip te krijgen op de impact van autodelen. Dat je kijkt van waar staan die deelauto's nou? De locaties, kan dat ook wat exacter dan wat we nu meten? Kunnen we wat meer grip krijgen op het gebruik?
maar ook op de gebruikers? En kunnen we dat ook per vorm wat scherper in beeld krijgen? Hè? Wat is nou de impact van die roundtrip deelauto? Is dat vergelijkbaar met free floating of is dat weer anders? Hoe zit dat met peer-to-peer? En nog meer verschillende vormen van autodelen. Kunnen we deze zaken combineren? Ook wellicht met CBS-data over wijken, buurten, gemeenten, dorpen, steden. Dus dat was het vertrekpunt. Wij wilden een pilot doen met 2 gemeenten, maar al snel kwamen we op 5 gemeenten uit. 5 steden met al een zeker aanbod aan deelauto's en gebruikers. Hè, want anders valt er niks te meten. Hè. Het gaat in dit geval om Den Haag, Rotterdam, Delft, Amersfoort en Groningen. We hebben met 3 aanbieders gewerkt, met Greenwheels, MyWheels, Snapcar. Sixt deed afhankelijk ook mee, maar wegen bepaalde redenen haakten zij af. En we hebben met een aantal Europese partners samengewerkt die al ervaring hebben op dit vlak. En interessant is te weten dat bij onze zuidenburen nu een vergelijkbaar onderzoek loopt. Het proces loopt al een poosje en we liepen tegen een aantal knelpunten aan. Merkte bijvoorbeeld aanbieders die willen graag meewerken, die zien ook het belang hiervan in, maar ja, ze willen wel daadwerkelijk minder overvraagd worden door overheden en onderzoekers. En daar zat wel een angst in van, hè, als we nu meewerken aan dit onderzoek, gaat dit dan inderdaad de standaard worden? Want anders wordt het weer het zoveelste verzoek vanuit een partij, een onderzoeker of een overheid. En dus we willen wel hard hebben dat dit het dan wordt. Die hardheid was lastig al te geven. Het lukt ook niet als je gaat piloten natuurlijk. Maar die vrees werd tijdens het proces ook wel bewaarheid toen er andere verzoeken kwamen van andere partijen. En daardoor haakten sommige aanbieders dus ook af tijdens het proces. Dat was wel jammer, hè, want dat leidde ook tot een lagere respons en wat lager draagvlak om hier echt mee door te gaan. Maar we hebben ervoor gevochten en we hebben denk ik nu een aardig resultaat te pakken. We kunnen inmiddels representatieve uitspraken doen. Hadden gehoopt dat met een iets hogere respons dat al op gemeenteniveau was gelukt. Dat is niet helemaal gelukt. We hebben een methodiek uitgetest en dan kom je uiteraard interessante dingen tegen. En één heel lastig aspect is de non-respons. We hebben de aanbieders gevraagd van hoe vaak gebruiken jullie klanten nu die deelauto? En dat hebben we vergeleken met de antwoorden uit de enquête en dan zie je een behoorlijke vertekening. Aan de rechterkant zie je een vrij hoge staafjes van mensen die niet of heel weinig die deelauto gebruiken. Terwijl dat in het onderzoek nauwelijks terugkomt. En daar zit een belangrijke vertekening. En die is juist belangrijk omdat de aanname is dat mensen toch die deelauto als een soort vangnet gebruiken. Hè? Van ik doe mijn eigen auto weg en als dan toch een auto nodig is, dan heb ik die deelauto. En dus die weinig gebruiken is wel belangrijk. En dat is dus een uitdaging om een goed grip op te krijgen. Ik zal daar zo nog eventjes op terugkomen. We hebben inmiddels uitkomsten van de meting die vlak voor de zomer heeft plaatsgevonden. We zijn nu bezig om dat op te stellen. En het uitgangspunt is dat we dit gedragen doen samen met de deelnemende gemeente en de aanbieders. Er zaken naar buiten komen waar iedereen tevreden mee is. Dat is ook de werkwijze van CROW altijd. Daar leggen we nu de laatste hand aan. Dus ik kan nu helaas nog geen hele mooie grafiekjes en inzichten tonen. Maar ik kan wel alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Als wij kijken naar de gebruikers van wie is nou die autodeler... En dan zien we dat nog heel sterk zeg maar, de kenmerken heeft van de early adopter. En dus de hoogopgeleide stedeling. We hebben alleen in steden onderzocht. Hè, dus dat is logisch. Nou, hoge opleiding, hoog inkomen. 1 of 2 persoons huishouden zonder kinderen.
Dat zijn nog wel de kenmerken waar nu de autodeler in zit. Ik krijg ook wel feedback van de aanbieders dat dat op dit moment aan het kantelen is. En dat ook andere doelgroepen die deelauto gaan ontdekken. En ook midden- en lagere inkomens. En dat is heel interessant. Hè? Want dat betekent ook dat je die early adopter fase uit gaat komen. We zien dat de meeste respondenten die zijn 1 of 2 jaar lid van een autodeelaanbieder. Of van meerdere autodeelaanbieders. Dat komt ook veel voor. En dus we zien daar een snelle ontwikkeling. Dat is ook interessant. Nou, kijken we nu naar het autobezit. We hebben natuurlijk gevraagd van hoeveel auto's had u voordat u ging autodelen. En op het moment dat u ging autodelen. En hoeveel heeft u er nu? En dan zien we dat, dat sowieso het autobezit van die autodelers al lager was dan het landelijk gemiddelde. En nog forser omlaag gaat op het moment dat men gaat autodelen. En eigenlijk zie je dat men dat eerst dat autobezit omlaag gaat en dan gaat men autodelen. Nou, dat is voer voor discussie en nader onderzoek van hoe werkt dat dan precies. Maar dat is dus wel van belang. Wellicht is het zo, maar dat is, dat is ook maar een aanname van mijn kant. Dat mensen gaan autodelen in de wetenschap van er is hier aanbod in de buurt en daar kan ik op terugvallen. Dus dat aanbod is wellicht belangrijk voor het ontstaan van vraag. Nou, de ultieme vraag is natuurlijk van hoeveel privéauto's vervangt één deelauto. Nou, daar hebben we cijfers van. Die zijn echter nog niet heel nauwkeurig. En dat heeft dus met die non-respons te maken. Hè? Want het is, als we de weinig gebruiker wel of niet meenemen, zien we hele grote verschillen in die impact. Wat we wel zien, is dat ook als we kijken naar de uitkomst van de buitenlandse onderzoeken die ik noemde, en dan is dat behoorlijk in lijn met wat we in andere landen zien. Dus in andere landen zie je toch een impact van een vervangingsratio van 5 tot 20 auto's. Dat soort cijfers zien wij hier ook. Het uiteraard verschil tussen roundtrip en peer-to-peer. Maar ook bij peer-to-peer zien we dat er een effect is. Hebben ook gevraagd van gebruikt u wel eens een elektrische deelauto? Ruim de helft van de autodelers van de respondenten heeft dat gedaan. Men doet dat omdat men die duurzaamheid belangrijk vindt. Het is nog duurzamer dan een benzinedeelauto. Men is ook nieuwsgierig naar elektrisch rijden. En sommigen zeggen het rijdt ook veel prettiger, dus daarom doen we dat graag. Of heel basic van ja, bij mij in de buurt staat een elektrische, dus daarom pak ik een elektrische. En waarom mensen het niet doen, er zit toch een heel stuk koudwatervrees. Toch wat drempels van hoe werkt dat dan? Ik ben gewend te schakelen, dan moet ik ineens in automaat rijden. Hoe zit het met laden, de bekende aspecten? Of ook weer het praktische aspect van bij mij in de buurt is nog geen elektrische auto. Een aantal interessante uitkomsten. Met daarbij uiteraard de mits van het ging ons om het onderzoeken van de methodiek. En die resultaten zijn van toepassing op 5 gemeenten met toch een vrij beperkte respons. Dus dat roept wel bij alle deelnemers de vraag op van goh, eigenlijk zou je dit moeten opschalen. Zodat je betere data krijgt. En even nog een kleine voordat ik naar de afronding ga. Ik had het over de combinatie van aanbod, gebruik, CBS-data enzovoort. We hebben even een kleine vingeroefening gedaan met Amersfoort, een van de deelnemende gemeenten. Nou, hier zie je de stedelijkheidsgraad van Amersfoort, het CBS-data, hoe donkerder, hoe stedelijker. Hier zien we de roundtrip deelauto's, dus je ziet daar in Amersfoort al een behoorlijke dekking. Maar nog niet overal. In de dunnere bevolkte wijken is bijvoorbeeld nog weinig aanbod.
Als je dan kijkt van waar zitten die gebruikers, dan zie je dat die allemaal toch behoorlijk in de buurt van dat aanbod zitten. Nou, dit soort exercities, daar zien we heel veel potentie in om daar voor te borduren. Ik wil naar een afronding toe gaan. Ondanks dat dit een eerste exercitie is, zien we al heel veel, dat er heel veel inzichten op te doen zijn. Merk ook van de vragenlijst, en biedt een behoorlijke basis, maar die kan nog scherper. Het lukt om die vervangingsratio te berekenen en we zien heel veel dwarsverbanden voor verdiepingsmogelijkheden, nadere analyses. Nou, we zien ook behoefte om hardere uitspraken te doen en daarvoor is toch echt opschaling nodig. En zoals ik al aangaf, beter zicht op die weinig gebruiker. De partijen die deelnemen, die geven support. Die zeggen van nou, laten we dit inderdaad breder oppakken. Ook naar landelijk, hè, niet alleen een paar gemeenten. Maar dit zou je eigenlijk landelijk moeten doen. En ook koppelen aan trajecten als het CDSM, waar we zo meteen iets van horen. Daar wou ik het voor nu even bij laten. En dank voor jullie aandacht. En ben ik benieuwd of er nog vragen zijn. Of opmerkingen uiteraard. Ja, als er nog vragen zijn, loop dan even richting die laptop zou ik zeggen. Want Friso zit natuurlijk een beetje op afstand van ons. Ik hoor jullie goed. Oh, je hoort ons goed. Nou, wie durft? We hebben nog ruimte voor drie vragenstellers, stel ik voor. Geloven jullie het wel? Het is een helder onderzoek. En als dat zo is, dan ja. Nog wel een vraag. Rob Hoging, gemeente Gouda. We hadden net even een discussie over station-based of free-floating. Komt dat ook in jullie onderzoek naar voren waar de gebruiker het meeste behoefte aan heeft? Nog niet. Ik gaf al aan dat Sixt, die een aanbieder is van free-floating... Die haakte af tijdens de rit, helaas. En dat is wel een free floating aanbieder, dus we hadden graag die data gewild. Wat we wel zien uit dit onderzoek is, die nabijheid is heel belangrijk. Hoe dichter bij de voordeur die deelauto, hoe belangrijker dat voor de gebruiker is. Als ik even terugval op internationaal onderzoek, dan zie ik dat die roundtrip tot nu toe wat meer toevoegt. Hè? Want je wilt juist die deelauto gebruiken als er een keertje ergens, als je ergens niet met het OV naartoe kunt. En als je even plat gezegd binnen Amsterdam ritjes met een free floating auto kunt maken en die auto kan niet de stad uit. Ja, en je wilt juist die deelauto gebruiken omdat je een keertje naar het strand wil of naar oma in de polder. Dan zie je dat die gebruiker toch veel meer heeft aan dat roundtrip concept. Maar we zien ook dat ieder concept heeft zijn eigen kracht. En we zien dat gebruikers lid zijn van meerdere concepten. Dus dat kan elkaar ook weer aanvullen. Ik wil nog wel een vraag stellen. Cecile van der Linden, gemeente Apeldoorn. Friso, je gaf aan in je onderzoek dat jij ziet dat deelmobiliteit met name gebruikt wordt door mensen die een lage autobezit heeft. Is dat niet een beetje kip-ei? Want ik denk dat in het buitengebied, daar heeft iedereen 6 auto's voor het huis staan. Dus daar heb je geen deelauto meer nodig. En in de binnenstad heeft niemand een auto, dus dan maak ik heel graag gebruik van een deelauto. Ik denk dat lastig om te onderzoeken, maar... Ja. En daarbij komt natuurlijk dat ik denk dat de potentieel voor deelautogebruik toch een beetje in de, misschien is dat een beetje ouderwetse gedachte, mag jij op reageren, een beetje in de groene hoek zit. De VVD-hoek die wil allemaal hun eigen auto behouden. Ja. Maar dat is een veronderstelling. Dat is ook een idee. Goeie vraag. En de laatste moet natuurlijk een beetje sensitief op... op reageren. Niemand voor het hoofd te stoken. Op jouw eerste vraag ingaand. Wat wij zien, we hebben ook gevraagd om ritdata van de providers. Hè, hoeveel ritten maken gebruikers nu gemiddeld met zo'n deelauto? Wat
wat ons dan opvalt is dat met de huidige concepten, anno nu, ontwikkelingen gaan snel, maar met de huidige concepten is die autodeler toch iemand die heel weinig auto rijdt. En dus al soort van op het punt staat misschien van zal ik mijn auto wel of niet wegdoen. Dus je ziet al, het is een groep die weinig een laag gebruik heeft, maar dat vervolgens nog wel verder verlaagt. Ga je nou echt naar de grootverbruiker, mensen die veel rijden, misschien een hele dikke BMW, om toch even iets politieks te zeggen, of een dikke Mercedes. Ja, die worden op dit moment misschien nog onvoldoende verleid om in een upje te gaan rijden. Ja, nog een laatste vraag, iemand? Frank Bunch, gemeente Rijswijk. Is dit ook te vertalen naar andere vormen van deelmobiliteit? Jullie opzet, aanpak? Denk ik, de uitkomsten niet. Want een autodeel is natuurlijk wezenlijk heel anders dan een gedeelde tweewieler. Maar ik denk dat een vergelijkbaar onderzoek absoluut ook... ook uit te voeren is onder de micromobiliteit, de scooters, de fietsen, de toekomst misschien de steps. Dus ik kan me voorstellen dat je dat wel gaat meenemen. En ook daar zijn al verschillende gemeenten die dat soort onderzoek hebben uitgevoerd of nu hebben uitvoeren. Ook daar is natuurlijk een stukje uniformiteit wel interessant. Dat is wel wat we terugkrijgen van de gemeenten. Het is wel fijn als we onderling kunnen vergelijken van hoe doet Delft het nu ten opzichte van Amersfoort bijvoorbeeld. Hè? Of in jouw geval, hoe doet Rijswijk het ten opzichte van Leidschendam-Voorburg. Dat zou heel interessant zijn als je daar een landelijke aanpak voor hebt. Dus wat mij betreft wel. Nou, dankjewel Friso voor je uitgebreide toelichting. En vervolgens moet. En nog beterschap gewenst namens ons allemaal. Ja. Nou, ja, kunnen we verder naar last but not least Amsterdam. City data standaard mobiliteit. Klinkt heel erg mooi, maar je gaat ons anders vertellen, Gemma. Ja. Dus, hoe lang heb ik precies? 20 minuten. Oh, dat lijkt me. Dat moet je redden. Ik zal helemaal opletten. Ja. Mooi. Ja. Dat zal ik niet doen, denk ik. Ik heb eigenlijk wat gezegd. Ik heb hem ook staan. Ik kan hem ook. Ja, hij heeft een beetje. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging dat we hier mogen zijn. Heel leuk. Ik zie ook echt heel gevarieerd gezelschap. We hebben hele mooie presentaties. Ik was ook heel erg verrast over jullie mooie dashboard, dat jullie technisch echt een hele mooie stap in hebben gemaakt. Dus complimenten, ik denk dat het een hele mooie toevoeging kan zijn voor Nederlandse gemeenten. En ik denk ook een goede aanvulling op wat wij hier hebben ontwikkeld met z'n allen. Dus dat is denk ik wel heel erg mooi om te zien. Ik ga een heel klein stukje vertellen waar we ooit begonnen zijn. Een aantal jaar geleden was er best wel veel vraag naar eigenlijk data. Data van deelmobiliteit. En de vraag is eigenlijk, hoe ga je dat nou ontwikkelen? Er werden heel veel Excels uitgewisseld. Dat is allemaal best wel lastig. Niet alles was goed privacy beschermd. Toen was het eigenlijk door een vraag vanuit Europa. Hoe kunnen we eens kijken wat we daarmee moeten doen? En welke datastandaard kunnen we ontwikkelen? Nou, toen hadden we eigenlijk bedacht, we gaan een nieuwe datastandaard ontwikkelen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, want er bestaan best wel veel datastandaarden in het Europese speelveld. En wij zijn heel erg gaan kijken, nou, wat hebben we nou eigenlijk nodig? En wat is nou eigenlijk de vraag die leeft bij zowel gemeenten als ook bij mobiliteitspartijen? Dat heeft ertoe geleid dat we een samenwerking zijn aangegaan met vijf steden in Nederland en het ministerie.
En vanuit daar hebben we eigenlijk een hele mooie werkwijze ontwikkeld. En ook nog een use case door, dat ga ik niet te veel toelichten vandaag. En die werkwijze moet eigenlijk ook steden en ook wel mobiliteitspartijen helpen om op een goede manier veilig en efficiënte data uit te wisselen. We hebben dus geen data specificatie, geen datastandaard ontwikkeld, maar wel echt een werkwijze hoe dat te doen. En we hebben geprobeerd eigenlijk alle belangen daar ook in mee te nemen. Nou, ik heb het al verteld. We zijn eigenlijk begonnen met vanuit de Europese subsidie. En nou, vanuit de pilots die we hebben gedraaid in de steden, dat is Eindhoven geweest, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. Bij Rotterdam zijn we nog heel erg in de ontwikkelfase, in de designfase. En in Groningen. We hebben ook afstemming gehad met Den Haag. Maar jullie waren eigenlijk al heel mooi bezig met jullie eigen pilot op bij het strand, die jullie net heel mooi hebben laten zien. Dus dat hebben we wat minder mee afgestemd. We hebben heel erg gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk de meeste knelpunten bij steden en ook eigenlijk bij mobiliteitspartijen. We zien eigenlijk dat steden het best wel lastig vinden om te komen tot een hele goede data-uitwisseling. Hoe moet je dat nou eigenlijk gaan organiseren en kom je aan die data, wat moet je uitvragen? We hebben dat eigenlijk niet zo goed in vergunningen belegd. Nou, hè, kost heel veel tijd om te zorgen dat je al die randvoorwaarden georganiseerd krijgt. Er bestaan best wel veel standaarden. Nou, welke moet je nou kiezen? Nou, mobiliteitspartijen willen eigenlijk niet in iedere stad nu ze steeds meer groeien in steden in Nederland een nieuw Excelletje aanleveren met andere data, maar willen dat eigenlijk gewoon veel meer uniform en veel meer gestandardiseerd doen. En dat zijn jouw mensen heel erg knikken. Nou, eigenlijk lossen wij eigenlijk al deze vragen op met deze werkwijze en ook de use case story die we erachter hebben ontwikkeld. We hebben een heel mooi stappenplan ontwikkeld, licht ik zo toe. En bij dat stappenplan zit ook een hele mooie toolbox. Dat betekent dat als we dat doorlopen, je met een mobiliteitspartij kan zeggen, nou, deze data willen wij, daar hoort deze standaard bij. Die kunnen zij in één technische sprint implementeren. Dan zijn ze eigenlijk klaar. Dan hoef je niet iedere keer maar stelletjes in te vullen en data te verzamelen. Met eigenlijk die data die je hebt, die komt dan in een heel mooi dashboard, zoals CROW net liet zien. En dan kan je eigenlijk je beleidsvragen gaan beantwoorden. Even kijken. Waarom hebben we het eigenlijk ontwikkeld? Wij zagen eigenlijk ook heel erg dat iedereen aan het zoeken was naar de randvoorwaarden. Dus wij hebben heel erg gekeken, wat is de vraag van de stad? Welk probleem los je op? En daar hebben we ook... Die hebben we allemaal getoetst aan de wettelijke randvoorwaarden. Dat lijkt heel makkelijk. We zijn 2,5 jaar bezig geweest. Dus dat was wat minder makkelijk dan je denkt. Je moet eigenlijk heel erg door je ontwerp van je beleidsvraag heen. Hè, dat zijn al je, daarnaast al je privacy issues die je hebt moeten doorlopen. Wat is de ethiek? We hebben ook heel erg gekeken naar wat is nou je ethisch kader. Hè, hoe wil je dat die stad eruit ziet? Hoe kan je die data gaan uitwisselen? En we doen eigenlijk ook alle security checks. Ik ga even een stukje inzoomen op privacy. Het stond in de aankondiging al dat we ook een heel privacykader hebben ontwikkeld. En waarom is het zo belangrijk? Eigenlijk wil je die in Nederland. We willen niet toe naar een civilian state zoals we bijvoorbeeld in China hebben. Ik zag net heel mooi dat iemand in het publiek zei van, oh, kan je mijn rit volgen? Toen zei je, ja, jij zei heel mooi, per 30 seconden kan ik eigenlijk een feed. Nou, dat is... Niet van de verhuurde voertuigen, alleen als die stilstaat. Alleen, gelukkig. Ik zat net al te appen met Guusje, die zit in mijn team. Ik zeg, volgens mij zeggen ze dat ze per 30 seconden feed krijgen, want dat afspraak was dat dat inderdaad niet mocht. En dat is ook waarom we dus deze hele toetsing hebben gedaan. Je wil niet gevolgd worden en je wil niet, als er straks meer data komt, dat je verbanden van gaan leggen en dat gemeentes verbanden gaan leggen. Om een mooi voorbeeld te geven, stel je hebt dus heel veel ritten verzameld, een mooie database en je ziet dat één rit steeds naar een expertwinkel gaat vanuit een bepaald punt, maar vanuit een bepaald punt steeds naar stekbar en ook naar een ziekenhuis, dan kan je bijvoorbeeld een profiel schetsen van de stad. En dat is wat je eigenlijk helemaal niet graag wil. Wij hebben voorkomen met een stappenplan dat je eigenlijk aan dataminimalisatie doet. Je gaat niet meer data uitwisselen dan je eigenlijk daadwerkelijk nodig hebt
om de vraag in je stad te beantwoorden. En de data die we nu uitwisselen, daar kan je eigenlijk ontzettend veel vragen mee beantwoorden op beleidsniveau. We zijn heel lang bezig geweest omdat we eigenlijk ook de hele privacy helemaal doorkoud hebben. We hebben eigenlijk met privacy officers van de G5 samengezeten om te kijken, nou, hè, wat doet het nou? We zijn naar de functionaris gegevensbeheerder geweest. Dat moet eigenlijk iedere stap al tijdens het proces doen. We hebben het voorgelegd aan de commissie persoonsgegevens in Amsterdam en we hebben het voorgelegd aan de autoriteit persoonsgegevens. Daarmee kan je wel vanuit gaan dat als je deze werkwijze een beetje overneemt, dat je eigenlijk een hele mooie check hebt, dat je op een goede manier data gaat uitwisselen. Dit zijn nog allemaal dingen, ik weet niet of je er allemaal heel erg op in moet gaan, maar het gaat heel erg over, je wil zo min mogelijk data uitwisselen. Het moet binnen doelmatigheid en proportionaliteit zijn. We publiceren dit binnenkort, dan kunnen jullie heel veel lezen over privacy. Dat kun je helemaal op losgaan, dus ga ik verder. Wat we eigenlijk willen gaan doen om die Excel sheets voor de mobiliteitsaanbieders te voorkomen, is dat we eigenlijk een technische stekker hebben waarbij je de data gaat uitwisselen. Dus dat betekent dat je niet meer iedere keer een vraag krijgt als mobiliteitspartij, maar dat je maar één keer een stekker moet implementeren van de mobiliteitsaanbieder naar de stad. Veel steden kunnen dat nog niet in Nederland. CROW biedt daar een heel mooi alternatief voor. Zij ontsluiten de data. Zij aggregeren het ook op het juiste niveau. Je mag niet zomaar alle data hebben. Dus wij doen nu een 5 in de postcode 4 niveau, aantal voertuigen. En dan kan je dus eigenlijk gewoon best wel veel mooie analyses doen. Kom je nou eigenlijk tot een goede data? Je begint altijd als stad met een hele mooie definitie van je probleem. Nou, wat is eigenlijk de probleem die ik oplos in de stad en wat is eigenlijk mijn vraag? Bijvoorbeeld de parkeeroverlast die jullie hebben gehad bij Scheveningen. Wat een hele belangrijke input is geweest van de mobiliteitsaanbieders, is dat ze eigenlijk betrokken willen worden bij die vraag. Hè, mobiliteitsaanbieders geven aan mij aan van, ik vind het best wel lastig om mijn data te delen en ik wil eigenlijk ook niet dat mijn businessmodel in gevaar komt of dat de data verkeerd geïnterpreteerd wordt, zodat de gemeente een verkeerde keuze maakt, omdat ik eigenlijk best wel veel inzicht heb in mijn business en mijn gebruik. Dus zij willen heel graag betrokken worden bij die afstemming. Dus als je als stad ook gaat analyseren, zorg ook dat je dat goed gaat doen. Die stap hebben we expliciet opgenomen. Je kan een use case, een bestaande pilot, al selecteren. Ik sta deze stap open, ik denk dat dat echt heel erg gedetailleerd is. Dan kan je een heel privacy assessment volgen als stad. Altijd doen om te zorgen dat je gelegitimeerd data mag gebruiken om te analyseren. Je kan een security assessment doen. Daarna kan je allerlei juridische afspraken maken, zowel met je mobiliteitsaanbieders als met de dataverwerkende partij. Dan kom je tot de daadwerkelijke data-uitwisseling en dan kan je de analyse gaan uitvoeren. En wederom op verzoek van de mobiliteitspartijen hebben we ook hier weer een stap toegevoegd om de analyse van de data echt met hun af te stemmen, zodat het ook weer de data gestructureerd wordt voor de steden. En dat je ook gewoon goede afgewogen keuzes kunt maken als stad. Hoe je bijvoorbeeld gaat handhaven, hoe je je beleid gaat maken. Of hoe je bijvoorbeeld bij evenementen met parkeerplekken omgaat. Hè, wat daar ook een vraag en aanbod is en ook de ervaring van eigenlijk de mobiliteitspartijen. Wat we ook hebben gedaan, en we hopen daarmee eigenlijk de steden allemaal te ontlasten. Dus voor de steden die hier in de aanwezig zijn. Als je begint met data uitwisselen, hebben we eigenlijk heel makkelijk gemaakt. We hebben bij ieder stap eigenlijk allerlei toolbox gemaakt met documenten die je kan gebruiken. Hebben we eigenlijk helemaal al voor ingevuld voor jullie. Waar je makkelijk doorheen lopen. En dat maakt het eenvoudiger om om te komen tot die data-uitwisseling. Je kan een designvraag doen. We hebben de PIA's eigenlijk al helemaal uitgeschreven voor jullie. Hoef je maar niet zoveel te doen. We hebben de security checks eigenlijk al gedaan. We hebben voorbeeldcontracten opgesteld. We hebben ook voorbeeld vergunningsteksten die je in je vergunning kan opnemen opgesteld. Die zijn ook afgestemd met privacy officers van alle betrokken gemeenten die hebben meegedaan. We hebben ook bijvoorbeeld NDA. Zeg ik het nou goed? Non-closure disagreements opgesteld. Als je bijvoorbeeld met universiteiten wilt gaan samenwerken en de data wil gaan delen,
kan je gewoon downloaden, kan je uitgeven, kan je makkelijk de data delen als je dat allemaal doet. We hebben een heel technisch verhaal achter zitten. Dat kan je allemaal vinden op GitHub. Voor de mobiliteitpartij is dat denk ik heel interessant. En we hebben ook de beleidsevaluatieformats voor iedereen gemaakt. En we hopen daarmee dat het laagdrempeliger wordt voor steden om te beginnen met data-uitwisseling. En dat het ook voor mobiliteitspartijen makkelijker wordt om die data-uitwisseling te gaan organiseren. We horen ook van mobiliteitspartijen dat ze bijvoorbeeld zeggen, oh ja, ik kom nou in veel meer steden en ik krijg in iedere keer, bij iedere stad moet ik hetzelfde verhaal vertellen en iedereen begint weer opnieuw. En nou ja, we hopen met dit het te vereenvoudigen voor iedereen. We hebben heel veel use cases gedaan. We hebben in ieder geval in 5 steden het gedaan. In Utrecht hebben we een use case gedaan. En wij beginnen altijd met wat is het probleem van de stad. Dus ik wil graag, in Utrecht wouden ze heel graag nagaan of de verplichte parkeerzones die vooraf in het contract met de mobiliteitsaanbieders zijn vastgesteld, daadwerkelijk op de juiste manier gebruikt worden. Nou, waarom wil je dat weten? Zodat je een goede onderbouwde beslissing kan nemen over die parkeerzones. En nou, de voordelen van de stad zijn dat je dus goede beleidskeuzes kan maken en dat je ook de goede inrichting van je openbare ruimte kan organiseren. En dat kan je dus veel meer aan de hand van data doen. Op die manier hebben we eigenlijk dat allemaal aangepakt en zijn we dus gekomen tot deze manier van werken. Ik laat wat resultaten zien. Wij hebben niet met de COW gewerkt. We hebben wel met jullie samengewerkt, maar wij hebben een andere externe partij die de data heeft verwerkt voor ons. En je ziet eigenlijk dat we een soort vanzelfde type dashboard-achtig hebben als dat de COW ook heeft ontwikkeld. We hebben al veel met jullie afgestemd. Het lijkt best wel op elkaar als ik zie wat jullie hebben ontwikkeld. Je kan ook de analyses in de hubs doen. Je kan ook de herkomstbestemmingsanalyse allemaal doen. Dat ziet er hartstikke leuk uit. En dan kan je gewoon in dit dashboard kan je ook zelf werken, net als bij jullie. Dus het is dan iedere stad vrij om te kiezen wat je daarmee wil. Maar ik heb het eigenlijk alleen opgenomen om te laten zien hoe het eruit ziet. Maar eigenlijk hebben jullie dat al heel mooi voor ons laten zien. Allemaal. Dit project heeft best wel lang geduurd. En wat zijn nou de volgende stappen? We hebben eigenlijk een heel mooi project gedaan, een mooie strik eromheen. We hebben een werkwijze ontwikkeld, maar dan wil je eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we dit veel breder opschalen in Nederland. En ook in Europa, want we zien dat veel mobiliteitspartijen niet alleen in Nederland hun services aanbieden, eigenlijk ook naar Europese steden gaan. We zijn bezig met een werkgroep om de werkwijze en alles wat we doen overdragen naar het NTM. Dat is onderdeel van het NDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata. Dat is een van de stappen. De andere stap waar we mee bezig zijn, is ook het aansluiten van de deelautopartijen. Dat is een grote vraag. Die komen langzaam op gang. Ik verwacht dat we zo eind van het jaar, begin volgend jaar, dat zij ook de API's hebben geïmplementeerd en dat we de autodeeldata langzaam krijgen. Daar zit nog wat spanningsveld, omdat zij ook in andere landen opereren. Dus er moet natuurlijk ook meer waarde in zitten of dat ook breder Europees opgesteld kan worden. We willen heel graag dat meer gemeenten gaan aansluiten. Ik denk dat deelmobiliteit steeds meer gaat groeien in Nederland. Dus het zou heel mooi zijn als we in Nederland allemaal op een manier gaan werken. Dus dat kan. Wij werken ook samen met Europese partners, waaronder ook de Open Mobility Foundation. Die hebben de technische API, de MDS, die jullie ook gebruiken, ontwikkeld. En wat we eigenlijk willen gaan proberen, om te zorgen dat we daar wat technische aanpassingen gaan aanbrengen. Zodat de gegevens die door die API gaat, meer privacy-proof is. In plaats van dat je nog moet bewerken en aggregeren wat je nu nog moet doen. Dus we proberen eigenlijk aan de kern ook te zorgen dat we veel meer data uit gaan wisselen conform de regels die er zijn. En als we een beetje een doorkijk gaan maken naar wat de komende jaren gebeurt, ik denk dat we echt een hele mooie ontwikkeling ingaan van heel veel data-uitwisseling. Dat er steeds meer vraag komt en dat we ook met elkaar moeten kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren, maar dat er ook wetgeving zal gaan veranderen. En dat we ook met elkaar in het hele ecosysteem moeten blijven samenwerken om te zorgen dat als er nieuwe wetgeving is, of er komen nieuwe technische ontwikkelingen, of er is een andere datavraag, te zorgen dat steeds op elkaar aansluit. Nou, dat gaan we ook proberen te organiseren met elkaar. En ik hoop dat dit een soort van
beeld geven hoe je data kan gaan uitwisselen. En dat dit eigenlijk het stapje is dat heel erg ook bij de gemeentes ligt. Wat zij moeten doen om te komen tot goede data-analyses. En dat het technische aspect en het data-analysewerk en ook het dashboarding, waar je vaak bij een andere partij neerleggen. En ook dat je heel goed moet gaan samenwerken met alle stakeholders in het veld. En ik denk dat er dan hele mooie dingen kunnen gaan gebeuren de komende jaren. Ik ben door mijn presentatie heen. Sneller dan ik dacht, denk ik, hè? Ja. Nou, vragen. Wie durft? Ik vroeg me even af hoe ministerie en COW aankijken tegen deze pilot is er nog. Gaan we naar een landelijke standaard toe met dit verhaal? Zo verder discussie. Dat wordt zo de discussie inderdaad. Dat gaat van Amanda even mooi opvallen. Dus ik hoop dat je straks de antwoord krijgt op die vraag, maar dan kun je het panel aan. Ja? Nou, wie dan? Ja. Ja, je gaf net aan dat er al heel veel documenten eigenlijk bekend zijn. Ja. Dat je die wilt delen. Ja. Vaak. Ja, wij hebben over 2 weken de formele presentatie. En wij werken nu nog aan echt de vormgeving en alle laatste documenten. Over 2 weken is het online en dan zal CROW hem ook publiceren. Ik denk dat IMW hem ook publiceert. Dan kunnen jullie alles vinden. Dus goed, de website van CROW in de gaten houden. Ja. Die kan jij iedereen een mailing doen. Nee, maar gewoon als het beschikbaar is, kunnen we een linkje sturen. Ja, ga. Krijg je een link, dat is wat. Als er steden zijn die meer informatie willen, dan kunnen we altijd een toelichting geven of het nader presenteren. Of kijken hoe we dat. Krijgen we trouwens ook gelijk nog even een huishoudelijke vraag. Presentaties krijgen we ook gelijk mee. Dat is ook een, allemaal weg. Ja, mooi. Voor bij service. Wie nog meer? We gaan voor 2 vragen ongeveer. En dit roept vragen op, dat weet ik gewoon. Zoals alles met data. Ik heb nog wel een vraag aan de mobiliteitspartijen die nog niet zijn aangesloten. Kijk. Deelauto's. Hoe kijken jullie tegenaan? Want we hebben al wat vaker met jullie om tafel gezeten. Is het er geen zelf? Geen deelauto. Co-sharing heeft ook een paar deelauto's. Ja, we hebben wel een paar deelauto's. Trouwens. Heel groot. Als Valentijn als je hem nodig hebt. Ja. Nou, dan was het helder. Oké. Okay. Dus dankjewel. Mooi verhaal. Goed, Amanda. Ja, we mochten dan overnemen met het panel. Dus daarvoor ga ik jou maar naar voren vragen. Dankjewel. Introduceer het. Nou, zullen we de tafel een beetje naar voren schuiven om de ruimte te maken? Mensen? Nou, Bon, Rins, Otto, Gemma. En Teun? Nou, terwijl iedereen hier aan tafel schuift, een aantal sprekers die jullie net hebben gezien. En schuiven ook 2 nieuwe sprekers aan. Bon Bakermans van het ministerie van IMW en Teun Kolner van GoSharing. Misschien kunnen jullie ook even bij de rest voegen dan. Denk ik wat meer zichtbaar voor de rest. Nou, we hebben eigenlijk vanmiddag volgens mij unaniem gehoord hoe belangrijk data eigenlijk is in de opschaling, maar ook in het goede banen leiden van deelmobiliteit. En ik zeg altijd, deelmobiliteit is geen fiets. Dat weten jullie denk ik ook allemaal. Er zijn nog een heleboel vraagtekens. En we hebben ook geen glazen bol. En zoals we net ook al bij de verhitte discussies in de pauze een beetje zagen, we weten nog niet hoe dingen zich gaan ontwikkelen. Maar data helpen ons natuurlijk wel om daar steeds meer grip op te krijgen. En als je net hoorde wat er eigenlijk allemaal al is, dan zou je bijna niet vermoedend in de zaal kunnen zitten en denken, joh, het is allemaal geregeld, gespreid, weet je, ik stap erin, klaar. Maar helaas zijn we, denk ik, nog niet zover. Dat gesprek gaan we nu met elkaar aan. Otto van CROW zei in een telefoongesprek met mij, ja, het is eigenlijk een soort plantje. We hebben in de laatste jaren hebben we heel veel gezaaid. Er is nu een heel fragiel
plantje uitgekomen. Die heeft nog heel veel nodig. Misschien water, voedingsstoffen, zon. Een heleboel dingetjes. En daar gaan we denk ik nu ook over in gesprek. Wat heeft dat plantje nou nodig om volledig tot wasdom en tot bloei te komen? En daar zitten hier 5 mensen die heel veel kennis hebben van zaken. Die ik ga bevragen, maar die vooral ook jullie mogen bevragen. Misschien gaan zij ook jullie wel bevragen. Dus... welkom allemaal, of welkom terug hier. Fijn dat jullie er zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ga ik jullie allemaal even vragen. Wat heeft dat plantje nou nodig om goed tot groei te komen? Dus met andere woorden, wat is er nodig om de datastromen voor deelmobiliteit goed te gaan organiseren en georganiseerd te houden? Dus Rins, ik wil eigenlijk beginnen bij jou, want jij was ook al vroeg aan het woord. In de praktijk, wat is er volgens jou nodig? In de praktijk denk ik dat nodig is. Nou, daar ging mijn presentatie natuurlijk ook deels over. Die openbare ruimte, die moet opgeruimd worden. Dus deelmobiliteit, om echt een opschaling te krijgen, moet deelmobiliteit echt een vaste plek krijgen in die stedelijke context. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we deels inmiddels via 2GW dus die data van aanbieders. Wat volgens mij nodig is, is nu ook straks die data die wij als overheid, dus die zones die we gaan inrichten, dat die data ook terug richting aanbieders gaat. Maar niet alleen naar die aanbieder, maar juist ook naar de gebruiker. Zodat van de gebruiker, dat de gebruiker snapt wat van hem verwacht wordt. En ook een andere hub gaat zoeken als een... Ja, je liet het eigenlijk net al een beetje zien, maar we denken natuurlijk heel vaak, gemeenten willen data hebben van aanbieders, maar aanbieders willen ook data hebben van gemeenten. Dus ik denk dat een heel belangrijk punt is. Dankjewel. Gemma, jij gaf ook al een beetje een hint. Wat is er volgens jou nodig? Ik denk dat we heel erg goed in het ecosysteem moeten gaan samenwerken en blijven samenwerken, want iedereen heeft toch een ander perspectief. Dat we die perspectieven echt bij elkaar brengen om het zo veilig en efficiënt mogelijk te kunnen gaan organiseren met elkaar. Dat is toch wel een uitdaging. Ja? Ja, waarom is dat een uitdaging? Omdat de verschillende perspectieven ook hele andere belangen hebben. En soms ook spreken mensen ook een andere taal. Techneuten spreken een andere taal als de privacy officers of als beleidsmedewerker. Daar moet je wel goed met elkaar in gesprek over te zorgen dat je allemaal elkaar heel goed begrijpt. Ik denk dat we dat met elkaar moeten gaan. Ja, wel, Bon. Ja, ik werk vanuit het ministerie aan het Maas-programma. Maas is natuurlijk Mobility as a Service, wat anders dan deelmobiliteit. Maar deelmobiliteit is een belangrijk onderdeel. Maar ik zie wel heel veel gelijkenissen, omdat je het over een heel complex ecosysteem hebt met heel veel verschillende partijen, waarin je heel veel data wilt uitwisselen om tot een gemeenschappelijk doel te komen. Het belangrijkste daarin is, daar sluit ik volledig aan bij Gemma, samenwerking. Hoe faciliteer je samenwerking in zo'n ecosysteem? En ik denk dat we daarvoor een aantal handvatten hebben. Eentje is vandaag kennisdeling. Ik denk heel erg goed dat we hier met z'n allen aanwezig zijn. En op deze manier ook een beetje diezelfde taal kunnen gaan spreken. 2 andere handvatten die ik heel duidelijk zie en ook meeneem vanuit het Maas-programma. Om die samenwerking te bevorderen zijn eigenlijk het maken van afspraken. En een beetje in het verlengde van dezelfde taal spreken standaarden. Ja. We moeten met z'n allen richting eenzelfde manier van data uitwisselen. En eenzelfde manier van afspraken maken. Dat je anders niet tot 1 groot ecosysteem komt. Ja, helder. Dankjewel. Hoe kijk jij daar tegenaan, Teun? Ja, volgens mij moeten we altijd eerst onszelf de vraag stellen, waarom delen we data? Ja. En de reden waarom we data delen, is dat we feiten en cijfers dan kunnen presenteren, daar analyses mee kunnen doen en daar keuzes mee kunnen maken. En met goede keuzes maken, kan je het uiteindelijk ook zo goed mogelijk gaan organiseren. Er moet wel zo zijn dat er een goede vraag ligt, en niet dat we altijd maar data delen omdat er data uitgevraagd wordt. Dus juist om het heel scherp te krijgen, er moet een probleemstelling zijn, zoals Gemma dat net ook al aangaf. Vanuit daaruit kan je uiteindelijk beter aan de slag gaan. Wij hebben als deelaanbieders wel zien af en toe ook wat risico's, wat beren op de weg voor het delen van data. Nou, deel ze met ons. Ik ga ze met jullie delen. Allereerst, wij delen de data omdat we gewoon willen samenwerken en we een gezamenlijke opgave hebben om die mobiliteitstransitie vorm te geven en samen naar een duurzame wereld willen.
Alleen wij bestaan, deelmobiliteitsaanbieders bestaan pas 3 jaar. En wij zijn een vrij jonge organisatie. En dat geldt ook voor de andere deelaanbieders. Mm-hmm. En wij hebben dus heel erg behoefte aan een beetje zekerheid. Dat wij ook zeker weten dat wij bestaansrecht hebben. Ja. En wat je nu ziet is dat heel veel verschillende gemeentes maken allemaal verschillende regels, afspraken, andere manieren van data uitvragen. En het wordt voor ons steeds meer een doolhof. Dus waar wij heel erg behoefte aan hebben, is inderdaad wat Bonno aangaf, die standaardisering, uniformiteit. En dat gaat voor ons helpen, maar het gaat ook gemeentes helpen om goede keuzes te maken. En je kan dan ook aanbieders en steden met elkaar vergelijken. Dus dat gaat ons alleen maar verder helpen. Dus dat is ook een oproep die wij graag willen doen. Ja, en maak dat even concreet ook voor ons allemaal. Stel gemeente Gouda, Apeldoorn, Rijswijk. Je hebt geen zekerheid. Hoe bedoel je dat? Nou, we hebben nu elke keer tijdelijk vergunningen. Ja. Of we zijn ergens aanwezig in pilotfase. En dan worden er vervolgens weer keuzes gemaakt om te kijken van, hey, is de succes, draagt het bij aan de doelen die een gemeente heeft? Nu is dat allemaal nog een beetje half. Wij investeren enorm in steden. Servicegebieden, voertuigen, goede klantenservice om goed contact te hebben met de klanten. Maar ook met inwoners, als er bijvoorbeeld klachten zijn. En als je dan vervolgens te horen krijgt dat je ergens niet aanwezig kan zijn, en dan spreek ik niet alleen namens GoShare, maar ook voor andere aanbieders. Je investeert ergens in en vervolgens krijg je te horen dat je nergens of niet ergens meer aanwezig kan zijn. Dat neemt ook weer barrières mee. We investeren, maar we willen ook een stukje zekerheid. Je bedoelt ook, je investeert ook in de datadeling. Hè? Dat data zeker, Excel-sheetje wordt al een paar keer genoemd. Is dat waar? Ben je de hele dag Excel-sheetjes aan het doen? Ik doe dat ook samen met iemand. Ja. Okay. Maar dat gaat goed. Maar je ziet wel dat elke gemeente net weer wat andere data uitvraagt. Net weer een andere standaardisering heeft. Ja. En het zou zoveel mooier zijn als we dat allemaal op dezelfde manier kunnen doen. Maar ook dat elke aanbieder dat op dezelfde manier ook aanlevert. Want het is allemaal vrij interpretabel. Dankjewel. Otto, jij noemde zelf het plantje. Wat heeft dat plantje volgens jou allemaal nodig? Laat ik beginnen met dat als je kijkt naar een plantje. Dus zo heb ik het vroeger geleerd bij biologie. Er is steeds een beperkende factor. De ene keer is het te weinig licht. De andere keer is het te weinig water. En de andere keer is het te weinig zuurstof. En wij hebben dat plantje. Een plantje in het landschap, in het ecosysteem van datadelen, is het dashboard deelmobiliteit. En ik had ook laten zien in de presentatie dat dat meer is dan alleen dat beeldscherm. Maar vooral ook die stappen daarvoor. Hè? Dus dat je die data verzamelt op één plek. En dat je ook zo weinig mogelijk stekkers hebt. Zo weinig mogelijk technische standaarden. Ik denk dat in het verleden een beperkende factor was de drive of de noodzaak van aanbieders om data te delen. Mm-hmm. En toen was eigenlijk in Rotterdam kwam men met de gieter water door in de APV, de plaatselijke verordening, op te nemen dat de data gedeeld moest worden met de dashboard deelmobiliteit. Ja. Ik weet niet of Teun daar nu spijt van heeft. Nee, dat hij ooit heeft opgenomen. Je zag wel dat dat een enorm impuls heeft gegeven om dat vliegwiel op gang te brengen. En dus het dashboard functioneel te maken. En ook dat het daarna ook in de rest van het land is gaan functioneren. En als je kijkt wat nu de beperkende factor is voor de volgende stap in ons dashboard. Dan is dat eigenlijk de verplichting of de stimulans voor aanbieders van deelauto's om de data te delen. Ja. We zijn al een jaar bezig. We dachten, er is vast wel één autoaanbieder die meteen zegt, ja, dat vinden we leuk, dat doen we. Zoals in het verleden Donkey Republic helemaal in het begin, in de ontkiemingsfase van het dashboard, Donkey Republic een van die partijen was. Ja. Maar je ziet dat er toch wat meer voor nodig is om ervoor te zorgen dat dat die autoaanbieders ook de data delen. En wat mij betreft zeggen we ook meteen, MDS is de standaard. Op die manier moet het gedeeld worden. Dus staat achterin eigenlijk, moet het verplichten, zeg jij meteen ja. Ja. Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig, hè, want zitten hier gemeentes in de zaal die het inmiddels al verplicht hebben voor deeltweewielers? Ik zie Rotterdam daar zitten. Je hebt het verplicht. Ja. En ook voor auto's controleren. Ja, binnen een paar maanden. We gaan nu schrijven. Oké. Okay. Rotterdam. Het ligt op tafel. Het ligt op tafel. Moeilijk. Ja, is het moeilijk? In gesprek met aanbieders krijg ik toch
allemaal wisselende signalen. En wat zijn die wisselende signalen? Neem ons mee. Nou ja, die aansluitkosten. En ook omdat het niet helemaal duidelijk, en dit was echt heel verhelderend, dank daarvoor. Dat het niet helemaal duidelijk is van hoeveel tijd kost het nou, hoeveel geld kost het nou. Maar ook ligt die investering aan onze kant? Of ja, is dat iets voor het Rijk? Dat krijg ik ook steeds terug. Dus ja, dan maakt het een beetje lastig. Ja. Ja, maar is het heel duur en heel ingewikkeld? Ben je er heel veel jaren mee bezig? Ja, jullie wel, maar een deelauto-aanbieder? Nou, de scooters kunnen het in een week. Oké. Sprint. Ik denk dat ze een paar weken nodig hebben. Lachen, daar kom ik zo op terug, maar ja. Nee, wij hebben best wel vaak doorgepraat over wat nodig is. Dus je zou binnen een paar weken echt een API moeten kunnen installeren. Dan heb je nog wel tijd nodig om te zorgen dat die data echt goed is. Want dan zitten er nog wel fouten in. Dus je hebt nog wel doorlooptijd nodig. Dus ik denk dat je om te zorgen dat het goed werkt echt een paar maanden nodig hebt. En ja, ik kan me voorstellen dat ze zeggen, kan er een bijdrage vanuit komen vanuit de overheden. Ja, dat denk ik, daar kan je over nadenken. Ja. Ja. En heb je daar in Tilburg al over nagedacht? Ja, maar het is best... Dus het is inderdaad wel lastig te bepalen van wat voor kosten heb je het hierover en wat is je bijdrage. Dus voor auto's zijn we daar nog niet helemaal uit, nee. Maar we zijn ook pas net. Dat is wel een belangrijk vraagstuk. En wij zijn best bereid om daar wel iets mee te dragen. Maar waar je dat nu precies legt, dat moeten we nog ja, maar bepalen. We hebben het bij de snorfiets, de scooter, ja. Daar hebben we ook allerlei partijen het gewoon gerealiseerd. Dus... Kost het een week? Is dat een beetje te gniffelen? Ja, ik zei gelachen omdat ik Marijke eventjes zag schudden. Dus ik ben zelf niet zo heel erg technisch, dus misschien dat Marijke daar antwoord op kan geven. Marijke heeft bij ons iets langer gezeten. Ja, iets langer. Maar dat heeft denk ik met heel veel verschillende elementen te maken. Ook hoe groot op dat moment de deelaanbieder is. Ook hoe de backend precies in elkaar zit. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus dat is denk ik... Het is gewoon heel lastig om daar een prijs op te plakken. Ja. Voor welke aanbieder ben je? GoShare. Ook van GoShare. Ja. Oh, jullie zijn goed vertegenwoordigd. Zijn er andere aanbieders in de zaal? Nee. Ja, hier. Van Felix. Van Felix. Ja. Aangesloten? Nee, volgens mij nog niet. En ik ben ook niet heel erg bekend. Ja, net iets meer dan een week bij Felix. En in die week heb je net die standaard geïmplementeerd. Pardon. Beste eerst. Oh, ik zag een aantal handjes omhoog gaan, maar Rinse Den Haag, deelauto-aanbieders. Nou, kijk, uiteindelijk is het misschien wel nodig inderdaad om aanbieders te verplichten om die data ook te delen. Ik kijk nu naar Rotterdam, terwijl het nu een GoSharing is, maar openingsvoorwaarden hebben wij gekopieerd van Rotterdam om die ook direct in Den Haag toe te passen. En dat, ja, dat werkt. Ja, oké. Okay. Wilco. Ja, wat ik zelf graag zou willen, je hebt het project in fietsen. Ik heb verteld wat wij met auto doen. Ik zie daar nog wel een kans in. Ja, die deelauto-aanbieders hebben... met het NPR, ja, daar zit al best wel in. Hè? Daar zit locatie in, starttijd, stoptijd, de zone zit daarin. En wellicht, die wil ik graag wel oppakken, Jan Schoen, eens kijken van kunnen we van daaruit ook al verder werken, hè? Voordat we weer met een nieuwe API deelauto-aanbieders zouden. Ja. Nou, dan ga ik even glimlachen. We kijken natuurlijk naar Bon. Want Bon weet heel veel over allerlei soorten API's. Heb je ervaring mee met Maas? En ik weet niet wie er allemaal Tomp kent. Steek even je hand op. Ja, er zijn ook nog niet alle deelauto of aanbieders op aangesloten. Wat denk jij als jij zoiets hoort van Wilco? Ja, ik ben voor standaardisatie. Het feit is dat er nu meerdere standaarden naast elkaar lopen. Kun je natuurlijk altijd kijken, kunnen we dat interoperabel maken? Maar het feit is dat wij als overheden een vragende partij zijn rond deze data-uitwisseling. Dus dat we het de deelaanbieders zo makkelijk mogelijk moeten maken om die data te leveren. Ik ben ook geen technisch expert, dus ik weet niet precies wat er wel met of niet met een bepaalde datastandaard kan. Maar we moeten met z'n allen erop uitkomen dat we het deelaanbieders zo makkelijk mogelijk maken om die data uit te wisselen. Dus als daar aan kans ligt, dan moeten we dat zeker onderzoeken. Ja, wat ik het mooie van deze standaard vind van het NPR is dat het een primair proces is. Het primaire proces is het aanmelden van parkeeracties. Anders kan het
daar kan de keten gewoon niet doorlopen. En die data tak je af. Hè. Dus je vraagt eigenlijk niet van, wij willen een standaard omdat nou, handig is of dat je daar in de toekomst producten mee kan ontwikkelen. Maar het primaire proces is parkeeractie vastleggen en die data kun je daar afhalen, afzakken. Dus er zit een andere driver aan, okay, bij de aanbieders achter om tot die API te komen. Ja, maar jij over het makkelijk maken, jij vertelde helemaal aan het begin, een van de slides die je liet zien onder de motorkap, had je een soort over stekkertjes, hè? Ja. Dus verschillende stekkertjes die op één ding aansluiten. Ja, dus wij hebben nu ervaring met 3 stekkertjes. Ja. En ooit begonnen, jullie hoeven de afkortingen niet te onthouden, maar we begonnen met GBFS. Ja. We hebben de TOM geïmplementeerd. En we hebben nu dus MDS geïmplementeerd. En als je ziet, als die standaard niet echt bedoeld is waarvoor je hem gebruikt. Mm-hmm. Dus GBFS was niet echt bedoeld voor data-uitwisseling, voor monitoring. Maar meer voor, ja, om duidelijk te maken waar aan de consument waar een voertuig beschikbaar was. Dan gaat het op een gegeven moment wrijven. En dan moet je toch weer wat dialecten erbij verzinnen. En dan jaag je ook de aanbieders weer op kosten. Omdat het dan, je krijgt misverstanden. Dus de les die wij uitgeleerd hebben, als ik naar mijn technische mensen kijk, is gebruik de standaard die ook internationaal bedoeld is voor de doeleinden, dus voor die monitoring. Ja. Vandaar dat we zeggen van MDS, zowel voor die monitoringsdata als informatie terugleveren naar de aanbieder over waar zijn de hubs en zijn hubs vol of niet, of waar mag je tijdelijk niet je duik neerzetten. Ja. En daar hebben wij profijt van als deur van het dashboard van 20 overheden, maar ook een commerciële partij als Vianova, die heeft dezelfde stekkers. Ja. Dus dan kun je ook nog uitwisselen. Oké, okay, dan gaan we nu met Vianova eraan aan werken. En maar een pragmatische oplossing. Kijk, als SHPV al hele mooie datasets heeft van in- en uitchecks met een andere stekker, dan kunnen we gaan kijken, okay, kunnen we die MDS-stekker ook bij SPV, SHPV... Gemma, jij bent ook al 2,5 jaar hiermee bezig. Je begon eigenlijk je verhaal van we wilden een technische standaard ontwikkelen en dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Nee. Hoe luister jij naar dit? Ik denk dat we... Dat is heel lastig. En ik denk dat je inderdaad, ben met Otto eens, maar heel erg moet kijken naar wat werkt heel goed en wat is ook voor alle partijen het meest praktisch om te implementeren. Met de data standaard die we nu hebben, kan je heel veel data-analyses al doen. Hè? Dus de vraag is, wat heb je nog meer nodig? Wisselen. Maar je moet ook zorgen dat je als overheid altijd de keuze hebt. Hè? Je wil wel die markt open houden. Dat is natuurlijk het andere dilemma dat je als overheid hebt. Maar ja, dus ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. En we zijn bezig in het plan van overdracht ook te kijken naar een soort van governance structuur. Van, misschien moet je dat wel voorleggen aan die daar echt een klap op kan geven hoe we dat gaan doen binnen Nederland. Ja. Deze vragen zijn gewoon nog niet uitgedacht voor doen. Nee. Maar we begonnen natuurlijk met de vraag van moet je het überhaupt een standaard in heel Nederland? Moet je dat willen? Moet je dat verplichten? Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat jullie daarvan vinden. Dus ik zou zeggen, sta even op als je vindt dat het niet verplicht hoeft te worden. Of als je daar hele zware twijfels bij hebt. Ja, durf maar. Ja, oké. Super, super. Oké. Eén standaard verplichte, dat zie je niet zo zitten, Niels. Vertel. Ja, je begreep ook nog wel, deels snap ik het wel, maar anders deels, ik begreep wel in de markt. Hè. Het is ook een markt waar ze met een vraag en aanbod is. En wat ik eigenlijk ook in de discussie mis, is eigenlijk ook ze met de gebruiker uiteindelijk. Ja. Dus ik denk niet dat je dingen kan verplichten in die zin. Omdat het toch ook een markt is die je deels open moet laten. Van een bepaalde data uitwisselen. Ja. Dat vind ik dan lastig. Oké, okay, heel goed. Dus verplicht vind jij lastig, met name voor de eindgebruiker. Hebben jullie, jij stond als eerste op. Zo is het. Ja, er is natuurlijk ook al heel veel over gezegd en over gediscussieerd in alle jaren. Maar een belangrijke overweging vind ik, is het, gaat het ons en gemeente bijvoorbeeld om datastandaarden? Of gaat het ons om het resultaat daarvan? Mm-hmm. Bijvoorbeeld inzicht in of je vergunning wordt geleefd, of weet ik wat voor een doel je als gemeente hebt. Als je dat als uitgangspunt neemt, dat het dus niet gaat om die datastandaard. Stel dat als vraag, maar er was natuurlijk een antwoord in. Het gaat niet om die datastandaard zelf, het gaat om het resultaat. Dan kun je eigenlijk niet verplichten dat er maar eentje onder zit. Gelijktijdig, ik ben er al 15 jaar mee bezig,
hebben natuurlijk als markt heel veel aan dat er wel een aantal standaarden zijn. Maar dat is dan gewoon aan de partijen zelf om onderling de most efficient way te zoeken. Mm-hmm. Menno? Ja, eigenlijk best wel in lijn. Je hebt natuurlijk verschillende doelen die je met de data wilt bereiken. En daar kunnen verschillende standaarden bij passen. Dus ik denk dat er sowieso wel een aantal boven komen drijven die in verschillende gebieden dominant zijn. Ja, dan moet je ook zorgen dat daar waar je die doelen wilt combineren. Dus als je dat dan vanuit SAPV in één keer de link tussen parkeren en inderdaad deelvervoer. Kunnen jullie het horen? Ach, gelukkig. Dus harder. Sorry niet. Ja, ik ga mijn best doen. Ik denk dat je niet moet verplichten dat het die of die standaard moet zijn. Want er kan ook weer een nieuwe standaard komen die de andere weer overbodig maakt. Ik denk dat de markt dat wel bepaalt. Maar dus inderdaad, als je de doelen beschrijft die bereikt moeten worden. En dus het beschikbaar hebben van de inhoudelijke data kun je verplichten. Maar op wat voor manier dat uitgewisseld moet worden, dat komt volgens mij heel hier mooi tot stand. Yes, andere meningen aanvullend. Als je hetzelfde denkt. Ja, hetzelfde eigenlijk als mijn voorgaande twee sprekers. Ik denk dat het ook een voortschrijdend traject is. Mm-hmm. En je hebt nu bepaalde inzichten en over 10 jaar heb je misschien andere inzichten. Dus ook je datastandaarden zullen moeten doorontwikkelen. Ja. En aan blijven sluiten op de markt. En ik denk dat als je zegt, ja, één datastandaard. Je hebt de dingen die op een Android-telefoon aansluit. En je hebt de stekkers voor de iPhones. Dat gaat veranderen. Dat gaat veranderen. Ja. Tegen standaardisatie. Het is wel een ontwikkeling. Maar of dat, zoals de techbedrijven zeggen, de ontwikkeling tegenhoudt, ik weet het niet. Nee. Het plantje is nog te klein. Sebastiaan. Ik ga daar toch even een andere mening tegenaan klappen. Als staat er beter mee eens. Ja. Ik kom uit de parkeerwereld. De parkeerwereld is begonnen met allerlei marktwerkingen. NPR is ontstaan omdat niet de markt dat wil, maar omdat de gebruiker ernaar kijkt. Ja. Ik denk dat het een gebruikersoptiek heel belangrijk is dat wij naar die ene standaard gaan. Dus het gaat helemaal niet of dat wij de standaard willen of niet willen. De gebruiker vraagt dadelijk om samenwerking tussen alle marktpartijen. En als wij het aan de markt overlaten, wordt het een markt-markt-ding. Krijgen we allemaal segmentaties, allemaal verschillende dashboardjes, allemaal dingetjes die op die ene gemeente is gedaan. En de gebruiker die vraagt dan, oké, en als ik nou in Amsterdam ben, en als ik nou in Den Haag ben, dan vraagt hij dus eigenlijk om dat overkoepelende standaard. Dus ik denk dat het een discussie is die door de gebruiker en niet door de markt beslecht gaat worden. Maar de gebruiker bepaalt toch de markt uiteindelijk? Helaas, in deze wereld niet. Okay, als de experts hier op het podium, zeg maar, podium, nou ja, dat kun je ruim zien. Maar als jullie dat horen, dus zit de gebruiker wel te wachten op standaarden en al die Apple en stekkertjes, zeg maar, wie wil daarop reageren? Staat er iemand meteen, ik wil het niet. Je hebt verschillende, dus als het gaat om de dashboarden en sturen en beleid, dan is de gebruiker is de overheid. En als het gaat om bij verschillende aanbieders een deelvoertuig kunnen reserveren en betalen, dan is die gebruiker de. Maar we hebben het, in mijn verhaal hebben we het over die gebruiker is die overheid. En die overheid die stelt openbare ruimte beschikbaar aan marktpartijen om daar hun voertuigen aan te bieden. En die wil daar zicht op houden. En ik denk dat je dan ook heel goed in de positie bent om te zeggen van oké, maar dan willen we ook dat je die en die standaarden gebruikt. En die gebruiker, die aanbieders zullen daar ook vaak blij mee zijn als dat de standaard is die ze overal kunnen gebruiken. Want dan hoeven ze maar één keer die stekker te maken. Maar ja. Ik denk dat je als overheid daar gewoon een impuls aan kunt geven door heel helder te zijn voor uitwisselen van parkeerkosten gebruiken we die standaard. En voor de monitoring gebruik ik die standaard. En het liefste ga je die ook met elkaar verweven. En als het gaat om die internationale technische standaarden, die worden onderhouden en vernieuwd in samenwerking tussen markt en overheid. Dus in principe zijn overheden en marktpartijen er allemaal bij betrokken. Ja, dus maar kijk, er worden twee dingen gezegd. En met name volgens mij eentje is, standaardisatie is niet het doel. Dus we moeten echt wel goed het doel voor ogen houden. En de andere is de zorg inderdaad van, is de gebruiker er überhaupt mee gebaat? Jouw eerste vraag was, hoe zorg je ervoor dat die data gaat stromen? Ja, precies.
standaard. Ja. Okay. En dan, kijk, ik verplaats me in jouw perspectief en wat er net werd gezegd over die Excel-sheetjes. Stel dat we nou inderdaad zeggen, joh, weet je, die standaard is verder helemaal niet belangrijk, we gaan dat niet doen. Dan blijf je natuurlijk gewoon tot in je levensdagen gewoon die Excel-sheetjes in. Nee, kijk, waar het uiteindelijk om gaat, en dat is echt hoofddoel, dat is die mobiliteitstransitie vormgeven. We willen mensen uit de auto halen en we willen mensen op deelmobiliteit krijgen, omdat we dan efficiënter met de openbare ruimte omgaan. Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. En als we zien van, uiteindelijk moeten we gewoon goed kijken wat daarvoor nodig is om zo efficiënt mogelijk dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En wij hebben, zeg maar, beperkte capaciteit, we hebben beperkte middelen. En met die middelen willen we eigenlijk zo efficiënt mogelijk data leveren om uiteindelijk die volgende stap te kunnen maken. Ja. En als dat uiteindelijk blijkt dat dat inderdaad die Excel-tabelletjes blijven maken de beste manier is, wat natuurlijk niet de beste manier is, we moeten dan het hoofddoel. Moeten we niet meteen zeggen, als we blijven niet, Niels maar Excel-tabelletjes vragen. Maar we moeten dat hoofddoel niet uit het oog verliezen. En wat voor ons hoofddoel is voor het aanbieden van deelmobiliteit, is echt zorgen dat die operatie ook goed blijft functioneren. Mm-hmm. Dus zorgen dat er duurzame vervoersmiddelen op straat staan. Zorgen dat die mensen dicht bij huis een vervoersmiddel hebben. En inderdaad, wij zijn aanwezig in de openbare ruimte. Maar wij bieden ook een oplossing om bij te dragen aan die doelen die gemeentes hebben. En dat is dan misschien weer een andere discussie. En als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar openbaar vervoer. Openbaar vervoer wordt nu voor miljoenen gesubsidieerd. Ja. Maar deelmobiliteit draagt eigenlijk precies bij aan diezelfde doelen die openbaar vervoer ook levert. En daar wil ik eigenlijk ook meer over met jullie allemaal, ook in de langere termijn over in gesprek gaan. Ja. Van in hoeverre vinden we ook openbaar vervoer of deelmobiliteit openbaar vervoer? Omdat het eigenlijk wel vergelijkbaar iets is. Ja, dus eigenlijk zeg jij, alles wat we efficiënter kunnen organiseren in de datadelen moeten we absoluut doen. En als dat een standaard is in plaats van Excelletjes, dan zijn we daar helemaal voor. Maar je zegt eigenlijk ook, wat in de zaal ook wordt gezegd, van het is niet een doel aan zich. Nee. En je kunt ook, en dat werd eerder ook als een beetje een zorg, volgens mij door, ik weet even niet meer wie, geopperd, van als je te veel data krijgt als gemeente, is het risico ook weer dat je daar heel erg op gaat micromanagen als het ware. En dan leid je het wel in goede banen, maar dan sla je het misschien wel weer te veel dood als het ware. Ja, dat klopt. Ja, dat merken we nu ook af en toe met gemeentes, dat er heel veel uitgevraagd wordt en dat er dan echt op elk scootertje of elk voertuigje gekeken wordt of servicegebieden. En volgens mij moeten we echt met elkaar inderdaad gewoon die afspraken maken om dat hogere doel, mobiliteitstransitie, te realiseren. Is dat zo, Rinse? Kijk je naar elk, zit je de hele dag achter? Ja, Rinse valt wel mee, hoor. Nou, hij zit wel elke dag achter. Ik kijk regelmatig in het dashboard. Dat hoofddoel dat staat voor de naam ook vast, die mobiliteitstransitie. Ja. En deelmobiliteit is daar gewoon echt een van de middelen om die mobiliteitstransitie te faciliteren. Qua data, ja, ik als beleidsadviseur zit helemaal niet te wachten op data. Ik wil juist informatie en ik wil inzichten. Dus ik wil verwerkte data en op zo gemakkelijk mogelijke manier gepresenteerd krijgen. Ja. En volgens mij is het ook, ik zie Frank bijvoorbeeld zitten voor Rijswijk, voor andere gemeenten. Volgens mij zitten gemeenten helemaal niet te wachten op 10 stekketjes van elke aanbieder een stekketje. En zelf te gaan zorgen om die informatie binnen te krijgen, te waarborgen dat die juist is, et cetera. Maar zou je juist dus die stekketjes vanuit die aanbieders naar een centraal punt kunnen organiseren. Nou, in ons geval is dat nu CRW. En vervolgens met API's naar verschillende dashboarding zorgen dat die data ook gepresenteerd wordt. En dan zit eigenlijk het verhaal van Amsterdam met CDMS zit aan de, eigenlijk tussen de aanbieders en CRW. Ja, dus eigenlijk zeg jij, wij willen als beleidsmaker, wil ik gewoon eigenlijk niet per se heel erg met die door de motorkap van die auto waar iets over vertelde, waar jij ook mee bezig bent geweest. Wij willen gewoon die inzichten. Dus regel het lekker met elkaar. 1 punt, meerdere punten, Bon. Maakt het nog uit? 1 punt of meerdere punten? Ja, waar je al die data in gaat stoppen straks. Nou ja, dan kom ik weer even terug naar het ecosysteem. Als je 1 centraal punt hebt voor dataverwerking, maak je jezelf wel weer echt kwetsbaar. En kwaliteit van een ecosysteem is ook dat als er 1 partij wegvalt, dat ecosysteem door kan en dat een andere partij dat over kan nemen. Daarom is inderdaad die datastandaardisatie belangrijk. Maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat er decentrale oplossingen zijn, waarbij je niet 1 centrale hub hebt waarin alle data verzameld wordt.
Ja, dus we moeten wel degelijk even goed om de tekentafel, om dat allemaal onder de motorschap goed vorm te geven. Jij hebt dan een poosje je vinger omhoog. Ik wou het pleidooi van de markt van de vorm van teunen omschrijven, maar ik zit juist bij de overheid. Ik ben strategisch mobiliteit en milieu bij de provincie Zuid-Holland. En jij zei, weet je, in de Amsterdam een heel belangrijk ding, dat eigenlijk vergeleken met bussen en dat het subsidieding wat anders ligt. En dat is een ander onderwerp, maar het raakt hier ook aan. Want wat er super belangrijk is, dat ik ook vaak zie bij overheden, waar ik zelf ook toe behoor, dat we die aanbieders van deelmobiliteit de duimschroeven nog aandraaien. Of het nou met datastandaarden is. En die hebben het moeilijk, want die concurreren in zekere zin met bussen die een gesloten subsidie krijgen. Dus ik ben wel voor het verplichten van een datastandaard. Maar ik denk ook dat we die markt heel erg moeten helpen om te zorgen dat ze die mobiliteitstransitie vorm kunnen geven. Dus ik denk aan de ene kant standaardiseren en verplichten, maar tegelijkertijd helpen, net zoals we bussen helpen. Ja. Dus ik mag ik daar iets op aanvullen? Ja, Menno was denk ik eerder, maar daarna, ik heb jou gezien. Dan nog eventjes terug op het punt van net, maar hij loopt volgens mij door het hele gesprek heen. We moeten wel duidelijk de splitsing blijven maken tussen data en functionaliteit. En net wordt er ook nog inderdaad data weer eigenlijk de splitsing gemaakt inzicht. Hè? Dus ja, dan heb je belangrijk. Eigenlijk vlakken eigenlijk. En de opmerking net van NPR is ook als standaard eigenlijk de beste oplossing. Maar NPR is vanuit functionaliteit ontstaan. Ja. En vanuit functionaliteit ontstaat toevallig data. En we zijn aan het kijken van, goh, kunnen we die ook publiceren? Want daar kunnen misschien andere nuttige inzichten of andere nuttige functionaliteiten weer mee. Maar ik denk dat we wel steeds heel zuiver moeten hebben van, waar hebben we het nu eigenlijk over? Hebben we het over functionaliteit of hebben we het over data of hebben we het inderdaad over inzicht? Dus dashboard op basis van die data. Hier wil ik op aanhaken, want daarom dat ik het ook zei, de functionaliteit aan- en afmelden van deelmobiliteit, dat wat Bon aan het doen is met Maas, zorgt ervoor dat de monitoring gevuld kan worden. We zijn eigenlijk vanuit monitoring nou aan het denken hoe wij datastandaarden kunnen doen. Ja. Maar volgens mij zit de kracht in deelmobiliteit als we het aan- en afmelden van deelmobiliteit van elkaar kunnen krijgen op één standaard. Via één app. En als je dat in een database zet, dat doet de NPR ook met parkeerrechten, volgt daar data uit waarmee je monitor tool opgezet kan worden. Dus ik sluit helemaal aan wat Menno nou zegt. Sorry Menno, dat is En dan nog steeds zijn er meerdere wegen rond, want ik denk dat best wel leeft. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen die hier zitten, schat ik even in, niet naar jullie kijken, houden zich voornamelijk bezig met beleid, hè, of het adviseren van beleidsmakers. En het zijn geen datatechneuten. Die termen lopen wel een beetje door elkaar. Maar waar je volgens mij eigenlijk behoefte aan hebt, is gewoon dat inzicht, hè, voor het opschalen en het goede banen leiden. En die, ik heb je ook gezien, maar jij was volgens mij eerder. En jij hebt ook een vraag. Het leeft, dat is mooi. Nou, om nog heel even aan te sluiten. We hebben voor de zomer in Tilburg de beleidsregels voor de vergunning van tweewielers afgesloten. En inmiddels zijn die schaars vergunningen zijn toegekend. Maar in dat proces dachten we ook natuurlijk één standaard. Oh, top aanbied, moet er natuurlijk in. Maar gelukkig hadden we wat afgestemd met partijen. Dat hebben we er uiteindelijk niet als harde eis ingezet. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd als we dat wel hadden gedaan, dat we veel minder inschrijvers hadden gehad. Omdat het was nog niet klaar, zeg maar. Het plantje was nog te groen. Orde van partijen van, joh, maar wij doen dat op een andere manier. Maak het alsjeblieft, verplicht dit nog niet. Want, snap je? Dus timing speelt niet zeker. Natuurlijk ben ik ook voor standaardisatie, maar pas als partijen daar aan toe zijn. Als we het nu hadden gedaan, Tilburg gewoon veel minder inschrijvers. Ja, maar een heleboel partijen zijn al lang aangesloten, dus dan ben je er al aan toe. Ik bedoel. Nou, daar was nog niet iedereen aan toe. Nee, dat weet Tom. Maar bij MDS zijn er al een heleboel partijen aangesloten. Tom trouwens ook. Nou, wat ik ook bijzonder vind, ik zit van een kleine gemeente en ik hoor vandaag voor de eerste keer dat MDS bestaat, sowieso. Mm-hmm. En ik denk, wij zijn daar geef ons alsjeblieft een standaard die we zo kunnen implementeren. Want wij hebben niet de tijd en de capaciteit om daar gewoon heel veel energie in te steken. Dus het is gewoon, ik heb liever een plug and play en doe maar. Dan zal ik een beetje aan het winst trekken. Als het ingewikkeld wordt. En Teun is ook al te knikken. Denk zoiets van, doe maar één rapportageformaat en het is klaar voor iedereen. Ik denk dat wat dat betreft Amsterdam natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar echt wel de nek heeft uitgestoken om namens of ook voor andere gemeenten iets te ontwikkelen. Wat is het plug and play? Ja, best wel. En we moeten niet vergeten, deelmobiliteit willen we natuurlijk ook inzetten over je grenzen heen. Dus juist die regionale ritjes, dat is een enorme meerwaarde ook voor deelmobiliteit. En heel goed punt. Op het moment dat je nu van Rijswijk naar Den Haag gaat, met dezelfde aanbieder, dan lukt dat nog. Maar ik weet niet precies welke aanbieders jullie hebben, maar
Nou, dat is een mooie uitval. Maar ik weet bijvoorbeeld dat een deelfiets van GoSharing, die mag niet naar Rijswijk. Dus die staan allemaal netjes op de grens. Ja, oh, inmiddels mag ze wel. Die dan niet naar Voorburg. Dan staan ze op de lijn van Voorburg. Daar word ik. Maar goed, dan zie je dus dat die regionale ritjes, ja, daar hoort gewoon ook een stukje... Maar daar wordt ook een beetje standaardisering in wet en regelgeving bij. En ook een regionale of een landelijke visie bij. Ja. In plaats van inderdaad alleen maar gemeentes oogkleppen naar de eigen gemeente kijken, maar breder dan dat. Dus Teun, volgens mij moet jij met SAPV kletsen om te kijken of er ook een flexibele parkeermachtiging voor scooters kan ontstaan. Jij had ook een vraag. Ja. Gemeente Apeldoorn. Nou, niet zozeer een vraag, maar als je het hebt over de gebruiker, dan is het volgens mij in mijn geval de inwoners van Apeldoorn en de bezoekers van Apeldoorn. En dan wil ik een standaard, net zoals ik ben vandaag vanuit Apeldoorn hierheen gekomen en dan kijken van op de NS-app van hoe kan ik hier komen. En of dat dan een NS-trein is of dat het een andere trein is, het zal me worst wezen als ik hier maar kom met openbaar vervoer. En volgens mij moet je dat zelfs ook hebben straks voor deelvervoer. En misschien moet dat wel straks ook in die NS-app komen, dat je daar één standaard voor hebt. Dus als je vraagt, moet het geanalyseerd worden? Ja, absoluut. Want het is, je doet het voor de gebruiker. Ja. En die willen dat we straks niet 10 appjes hebben, omdat we toevallig 10 aanbieders in onze gemeente hebben. Dus jij zegt dat wat natuurlijk bij Felix en GoSharing niet zo populair is, maar dat het de aanbieder of de gebruiker eigenlijk worst is welke scooter er staat, als er maar één staat. Absoluut, ja. Ja. En of het dan 29 cent kost of 30 cent, gaat maar dat ik er snel op mijn bestemming ben. Ja. Daar hebben we de 4 voor ontwikkeld. Mark Sluiter van NS. Nee, we hebben een... Als NS en HTM en RET hebben een standaard ontwikkeld. Ja. Om deelmobiliteitaanbieders te ontsluiten. Ja. Via een stekkerdoos, dat heet wel een 4. Dus dat is precies wat jij zegt om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Is er ook data mee ontsloten? Dat is toch hetzelfde? Ongetwijfeld. Nog een stekkerdoos. Maar we hebben stekkerdoos. Heel stekkerdoos. Maar we hebben toch maatapps al lopend. Dat vind ik al te veel. Dat mag ook uitborrelen naar één ideale maatapp. Nou, daar gaat het CROB binnenkort een ander kenniscafé over organiseren. Tenminste, heeft iemand dat genoteerd, Amber? Dirk-Jan. Ja, met de opmerking van Rivier denk ik super heel goed. Want dat is natuurlijk een belangrijk element bijna in het denken. Rivier is een prachtig voorbeeld van één gecentraliseerde oplossing. Maar niet met een soort... monopolistisch karakter van dat het de enige in Nederland kan zijn. Dat is ook niet zo. Er zijn er meerdere in Nederland die diezelfde functie hebben naast Rivier. En dat is precies hoe je het wil hebben in standaardisatie. Want nu is er innovatie tussen deze partijen. Want ze concurreren met elkaar en ze zijn met elkaar bezig om een betere oplossing voor die gebruiker van jou te krijgen. En dus het effect gaat helemaal niet over die datastandaard aan de onderkant. Dat is... super belangrijk, maar niet het meest belangrijke. Het belangrijkste is uiteindelijk die aggregatie van al die dingen naar die gebruiker toe. En het feit dat we in dat systeem wat we ontwikkelen, innovatie mogelijk houden. Ja, maar dan zou je bijna suggereren dat ook de datastandaarden met elkaar concurreren. Is dat zo? Ja. Absoluut. Concurreren. Uitwisselbaar zijn ze. Als het gaat om die interoperabiliteitsstandaarden, dat daar dus al... concurrentie onderling is, voor zover ik er verstand van. Maar dat er verschillende initiatieven zijn. En dat de ene heeft weer een meer particuliere oplossing en de andere. Maar of dat voor de monitoringsdata zo is, dat is ook niet zo'n grote markt, denk ik. Ja, daar doe ik nog wel op inhaken, want ik ken toevallig de Rivier-oplossing. En dat is eigenlijk dat er voor elke partij een aparte stekker wordt gemaakt. En ja, ik zie toch heel veel voordelen vanuit de overheid, maar ook van de aanbieders. Dat we gewoon heel veel werk kunnen besparen door wel meer te standaardiseren. En ik denk eigenlijk dat we met het deelfiets dashboard een beetje de aanpak hebben gevolgd. Dat we eerst zijn begonnen met de vragen en toen hebben we wat aangesloten om wat rollen te krijgen. En nu zijn we eigenlijk het plantje is zo groot dat we echt wel toe zijn aan één standaard. Ja, die dan door verschillende dashboardpartijen kan worden geïmplementeerd. En dan heb je uiteindelijk het voordeel van echt een ecosysteem waar Bon net het ook over had. Mocht een van de dashboards uitvallen, dan kan een ander dashboard het overnemen. Eigenlijk met diezelfde datastandaard, zonder dat door het hele ecosysteem nieuwe stekkers ontwikkeld hoeven. Dus dan zeg jij eigenlijk voor alle aanbieders is het makkelijk, want die hebben gewoon echt maar één standaard. Maar gemeentes kunnen kiezen welk outlet, dashboard ze dan bijvoorbeeld kunnen kiezen. En dat draait aan de achterkant op dezelfde wijze. Ja, klopt. Ja. Jij was eerder, Juri.
Ja, nou ja, dit is een beetje de ruis, zeg maar, waar je dan, je vroeg net aan mij, waarom zijn er nog geen deelauto-aanbieders aangesloten? Dat is precies de ruis die ontstaat op het moment dat je zegt, ja, we willen het verplichten. Dan zeggen ze, ja, maar we weten eigenlijk niet zo goed waar we aan toe zijn. Ja. Ja, en ik denk om daar een bepaalde duidelijkheid in te krijgen, en ik weet niet, vanuit de verschillende dashboards en mogelijkheden in CDSM, dat daar een soort van één verhaal waarmee ik richting die aanbieder zo kan, van hey, ik zou graag willen dat aansluiting mogelijk is. En niet weer overvraagd wordt met allerlei vragen die er dan bij komen over specificaties van ja, dat zit toch zo of dat zit toch zo. Want er zit nu bij die aanbieders nog heel veel ruis, ja, die volgens mij weggenomen kan worden door, denk ik, één duidelijk... Dus jij zou als gemeente eigenlijk die ruis willen wegnemen voor de aanbieders, maar je mist, als ik je zo over, ja, daar de goede... zeg maar, er zijn heel veel initiatieven die heel erg goed zijn en daar is iedereen heel blij mee. Het is alleen dat er... Dat ook weer heel veel vragen oplevert. En volgens mij als dat bij elkaar komt met één werkwijze, of die is er natuurlijk deels, maar het roept ook wel weer vragen op van hoe zit het dan met CROB en kan het dan daar weer mee? 2 weken opgelost, Gemma? Dankjewel. Oké, okay. We hebben gisteren ook al... Mooi, dan kunnen we naar de borrel. Vragen zijn, ik denk dat het ook leuk is om zo meteen tijdens de borrel nog even verder hierover te discussiëren. Ik kreeg een seintje dat ik richting afronding moest. Dus ik wil eigenlijk afsluiten met de experts hier vooraan aan tafel met de vraag. De mensen die hier nu aandachtig hebben zitten luisteren en die vragen hebben zitten stellen. Wat als, net als Jury, mensen morgen gewoon aan de slag willen met data-uitwisseling en op goede manier. Wat moeten ze dan volgens jullie allemaal doen? Wat wil je ze meegeven om na te denken als ze zo meteen hopelijk in de trein en in de auto weer naar huis gaan? Of op de in bij jou, Teun. Vertrouwen is heel belangrijk. Zekerheid en inderdaad toch naar richting standaardisering, dat we met z'n allen gewoon één weg wandelen. Dat is voor mij de belangrijkste randvoorwaarde. Ja, en duidelijkheid is ook daarin vooral. Ja. Dankjewel. Bon. Ja, ik denk dat we het genoeg hebben gehad over standaardiseren, maar ik heb ook een paar keer gehoord, we doen het voor de gebruiker of de burger. Nou ja, in feite zijn wij dat zelf ook. Dus ik zou adviseren om zelf ook deelmobiliteit te gebruiken, in ieder geval te ervaren. En dan niet alleen een free floating, maar ook free floating, station-based, scooter, auto, om echt te ervaren waar een gebruiker tegenaan loopt en wat die nodig heeft. Oké, okay, super. Dus laat die trein maar zitten. Allemaal zo meteen op de deelscooter. De deelafgelopen. Oké, heel mooi. Ik zou zeggen, laat die fysieke wereld en die digitale wereld, ja, zorg dat die samenkomt en er ook voor de gebruiker hetzelfde uitziet. Ja, dus dat wat jullie eigenlijk ook met hubs beogen en de zichtbaarheid in de apps daar. Ja, en misschien ook wel richting aanbieders van laten we een type logo ook gaan gebruiken. Niet alleen, maar juist ook in die digitale wereld. Nou, daar is geloof ik ook al een oplossing voor. Dat is weer op een ander kenniscafé. Otto. Ik zie het dilemma van de beleidsambtenaar. Dilemma is terecht, hij wil zich niet bezighouden met technische standaarden en dat soort ingewikkelde dingen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het wel die overheid die moet zeggen van het moet MDS zijn. Dat is eigenlijk de... Dus, eigenlijk moet je als beleidsambtenaar wonderen dat je... Er moet een boekje komen, How to Bluff Your Way into MDS. Dat je ook met een stalen gezicht kunt zeggen tegen die aanbieders, nou ja, ik kan het zeggen, maar MDS, maar... We hebben net overtuigd. Ja. Nee. Als die er is, helemaal top. Ja. En misschien moet dat ook heel duidelijk dan in CDSM staan. Ja, dat weet ik niet. Staat dat over 2 weken heel duidelijk in CDSM? Make it until you make it, Jury. Ik denk voor steden, die moeten zich denk ik heel goed afvragen wat is het probleem dat ik heb en welke beleidsvragen heb ik en welke data heb ik nodig. En ik denk ook dat om jezelf makkelijk te maken als stad, kan je heel goed aansluiten op een bestaand platform, dashboard platform wat er is. Dan wordt het eigenlijk voor een deel al voor je geregeld. Want niet iedere stad heeft de kenniscapaciteit ook om het allemaal uit te vinden. Dus ik zou meelift op wat er al is. Ja. Dat is ook makkelijk maken. Ik denk aan ons, dus het is heel erg belangrijk om ecosystemen in leven te houden en de discussie gaande te houden. Ja, nou, dat gaan we denk ik nog wel doen. En jullie zijn denk ik ook allemaal van harte uitgenodigd om daar gewoon in mee te blijven discussiëren. Ik zie Alex niet meer terug. Ja, nee, dus wil jij het afsluiten? Ik moet het even, want Alex moest weg. Maar, ik vond het heel fijn om
We hebben nog digitale deelnemers, ik weet niet hoeveel, maar ik vond het in ieder geval ook fijn om met jullie hier fysiek aanwezig te zijn. Ik denk ook dat de discussie aan het eind bewijst gewoon ook dat het leeft en dat het ook een goede bijeenkomst is geweest. Dus dank allemaal en in het bijzonder dankjewel Amber voor het groot deel van de organisatie. Borrel is hier of een deur verder? Aan de COA kant. Dus één deur door, maar ik ga wel die kant halen. Bij alleen de data die al. We gaan nu kluizen met. Waar de grens van je eigen is. Je zou in theorie bewijzen zeker de data kunnen uitkomen. Soms.